Goedenavond, allemaal. Welkom in onze seminariereeks Bronnen van Zorg. Ik hoop dat u lekker comfortabel zit, dat u ook een drankje bij zich genomen heeft. We gaan er een boeiende avond van maken, dat kan ik u alvast beloven. Mijn naam is Erik, ik ben de begeleider van deze seminariereeks en ook medewerker van het Woonzorgcentrum Annunciaten in Heverlee, van waaruit dit initiatief uitgaat en ook vanuit ons Sociopolis-project. Ik mag denk ik zonder overdrijven zeggen dat uh, vandaag gans Vlaanderen of toch een flink stuk van Vlaanderen meekijkt. Uh, dat hebben we kunnen zien aan de inschrijvingen, die waren echt massaal. Zo massaal dat we op een gegeven moment zelfs de inschrijvingen voor deze avond even hebben moeten stopzetten. Dat is natuurlijk heel goed. Niet zo goed voor de mensen die niet meer konden inschrijven. Maar ik kan u wel zeggen, uh, naar de volgende avonden toe. Uh, ben je nog steeds heel erg hartelijk welkom en mag je alsjeblieft zeker ook vrienden, familie, collega's nog aanmoedigen om uh, nog in te schrijven voor deze reeks. Ik uh, trap een open deur in als ik zeg dat we vandaag in de zorgsector meer dan ooit met zorgen zitten en dat we wel wat overspoeld worden soms door allerlei uitdagingen. Ik noem er maar enkele: een schaarste aan mensen en milde. Uh, ik noem misschien ook heel even dat virus waarvan ik nu eens even niet de naam zal noemen, maar die onze wereld toch wel een beetje overhoop heeft gegooid. En dan uh, denken we soms van, oei, oei hoe gaan we daaruit geraken. Maar zo dachten wij, never waste a good crisis. En dus uh, hebben we gedacht, in tijden van crisis is het altijd ook mogelijk om creatief te worden. En Zoals wij dat dan uh, zeggen, te verrijzen uit uh, op het eerste gezicht misschien onmogelijke of uh, wat hopeloze situaties. We geloven dat de zorgsector daarvoor ook het DNA heeft en dat ze dat in de voorbije tijd ook meer dan ooit bewezen heeft. Met onze seminariereeks uh, willen we aan iedereen die uh, hier aan deelneemt een beetje inspiratie bieden. We hopen dat we dat met deze reeks uh, absoluut zullen doen. In de eerste editie hebben we daarom nagedacht over wat het betekent om zorgzaam samen te leven. In de tweede editie hebben we nagedacht over het verschil tussen hulpverlening en hoopverlening. En deze avond en ook de volgende avonden in deze derde editie willen we nadenken over bronnen van zorg. Wat we eigenlijk willen doen is de dingen een beetje op hun kop zetten. We hebben het daarnet al gezegd, vaak worden we overmand door zorgen, zeker als je werkt in de zorgsector. Maar misschien is het ook wel zo dat precies in deze sector we veel bronnen kunnen vinden: bronnen van vreugde, bronnen van innovativiteit, bronnen van creativiteit ook. En het is daar dat we in deze reeks naar op zoek willen gaan. Over creativiteit gesproken, um, we waren heel erg blij en ook wel een beetje verrast. Toen we via Bieke Verlinde, schepen van de stad Leuven, de vraag stelden of ze iemand kenden die ons kon helpen om deze seminariereeks online te krijgen. En kijk wie hier in beeld komt zitten: dit is Isabelle Francois, de managing director van Heldhouse. House. Um, Isabelle, misschien enkele vragen aan jou. En de eerste waar ik toch een beetje nieuwsgierig ben is. Hoe komt het dat je zo spontaan en meteen vrij gezegd hebt van: Ja, Erik, we willen jou graag helpen om deze seminariereeks online te krijgen? Die vraag is heel makkelijk te beantwoorden, Erik. Um, toen je langskwam, uh, nee, eerst via de mail en dan via de telefoon. En toen je dan langskwam, zag ik ook het, heel, ja, eigenlijk het, het maatschappelijk relevante topic waar je met deze seminariereeks rond wilt werken. Het zorgen om de zorg, maar zorg in het algemeen, dat is iets wat we hier in Helthaus in ons DNA meedragen. Dus toen je dan vroeg: van kijk, we willen eigenlijk dit onsite-event, het is zo waardevol, we willen dat niet verloren laten gaan door dit virus dat we niet gaan vernoemen. Uh, kunnen we dat online doen? Uiteraard hebben we niet lang moeten nadenken dan. En hebben we gezegd samen met het team: van, kijk, laat ons er alles aan doen om hier onder dit zeer maatschappelijk relevant thema onze schouders te zetten. En samen er een zo mooi mogelijk event van te maken. Dus voilà, gewoon het topic van dit waanzinnig belangrijk thema heeft ons heel gemakkelijk over de streep getrokken. Super, kan je misschien ook nog heel even, kan je ook nog heel even iets zeggen over Helthouse? Wat is Helthouse eigenlijk en waar zijn jullie mee bezig? Wat is de missie van Helthouse? Met alle plezier. Helthouse is een belevingscentrum. Waar we de, onze bezoekers, bezoekers die langskomen hier, de toekomst van gezondheid en gezondheidszorg tonen. En we doen dat eigenlijk op een heel immersieve manier. Mensen die hier langskomen worden ondergedompeld in die toekomst van gezondheid en gezondheidszorg. En we vertellen verhalen. Nu, als ik uh, het woord verhalen gebruik, dan denken mensen soms aan sprookjes. Maar niets is minder waar. Alle verhalen, alle onderwerpen die we aanhalen over die toekomst van gezondheid en gezondheidszorg zijn wetenschappelijk onderbouwd, zijn wetenschappelijk gevalideerd. Dus als je naar Helthuis komt, we zijn ook een fysieke locatie, zoals je, zoals je kan zien, hè, we zitten hier nu. Dus als je naar hier komt, kan je kiezen uit verschillende verhalen. We hebben een verhaal over het ziekenhuis van de toekomst, technologie van de toekomst, een uh, sensibiliseringstraject omtrent alcohol bijvoorbeeld. Dus heel wat verschillende verhalen, dat je hier kan komen kijken. Dus gezondheid, zorg, weer die link naar jouw thema, of het thema van het seminarieweeks, zit daar echt ingebakken. Daarnaast uh, zit in ons DNA ook het delen van kennis en het vergaren van kennis. Uh, en we vergaren kennis op verschillende manieren, dankzij verschillende mensen, dankzij verschillende instanties. En dat willen we ook delen. Niet alleen via die verhalen uh, die je hier kan komen volgen, maar ook via seminars bijvoorbeeld, zoals dit. Via workshops, via online opleidingen enzovoort. Dat zijn zaken waar we met Heldhouse nastreven. Dus twee, twee gemakkelijke linken met het thema waar dat jij hiermee aankwam. Uh, of ja, jullie als, uh, als organisatie mee aankwam, de zorg en het delen van kennis op een fijne manier. Okay. Isabel en ikzelf gaan nu uit beeld verdwijnen. Ik geef aan u, de kijker thuis, nog even mee dat uh, dus u nu uh, op YouTube kijkt. Maar u kan altijd ook vragen stellen via de originele link van Microsoft Teams die we u eerder doorstuurden. En als dat echt niet lukt, uh, we hebben u via mail ook mijn mailadres nog uh, toegestuurd. Dus ook via die weg mag u altijd vragen stellen. Ik wil ook nog heel graag, voor we verder gaan en voor we aan het echte stuk van deze avond beginnen, Rob bedanken die hier achter de knopjes staat. En ook uh, Janaki, die ik nu heel even niet zie, maar waarvan ik heel zeker weet dat hij ook uh, voluit bezig is om het hier technisch allemaal in goede banen te leiden. Voilà, dat is het zo'n beetje wat ik wilde zeggen. Ik geef nu heel graag het woord aan onze directeur Laurence de Greef, die de spreekster van vanavond zal inleiden, Yvonne Denier. Dankjewel. Dankjewel Erik. Ik neem even jouw plaats in. Um, goedenavond uh, iedereen en uh, ook van mijn zijde wens ik jullie van harte uh, welkom uh, op ons seminarie, onze derde reeks uh, van het seminarie. En we hebben geprobeerd uh, ook alweer voor deze derde reeks uh, fijne, uh, toffe sprekers uh, te, vin te vinden. En uh, we hebben die effectief ook gevonden. Hè. Um, en dus vanavond effectief uh, zal Yvonne Nier uh, de spits afbijten. Uh, Yvonne uh, is eigenlijk uh, verbonden aan Zorgneticuro. Zorgneticuro is de koepelorganisatie van ziekenhuizen, woonzorgcentra, psychiatrische voorzieningen. Uh, en zij is daarmee verantwoordelijk voor het uitwerken van de ethische uh, thema's. En daarnaast uh, is zij ook docent, uh, en als docent verbonden aan de KU Leuven. Uh, waar zij doseert rond ethiek uh, in de gezondheidszorg. Uh, dus ik, ga, ik sta nu heel even graag uh, mijn plaats af aan Yvonne. En dus Yvonne, kom er maar bij zitten. En van, van harte welkom. Ja. ja. Dank je wel. Zo, Yvonne. Goedenavond. Ja, ja, goedenavond. goedenavond. Um, ik ga onmiddellijk Yvonne met de deur in huis vallen. Uh, jij bent in blijde verwachting van een boek. Nee. Van een boek. Van een boek. Uh, en een boek met eigenlijk toch wel een heel uh, bijzondere naam. Uh, het pluisbloem-effect. Ja. Uh, ik ben ontzettend geïntrigeerd uh, door die bijzondere titel. Kan je daar wat meer over vertellen? Ja, ja heel graag. Heel graag. Uh, de titel is inderdaad uh, ja, wat aangewaaid gekomen <laughs> na, na een, een, een fijn overleg, lang overleg ook. Een, een terugkerend overleg met de mensen van Lano die uh, mee dat schrijftraject hebben gelopen. Um, uh, Pluisbloem-effect is um, de kern van de manier waarop dat ik ethiek uh, belangrijk vind. Uh, en dat ik dat ook in lezingen en lessen en colleges uh, altijd aanraak. Uh, wat ik zie, de, het gaat voor mij niet zozeer over de ja ook wel een beetje, maar niet zozeer over die die, die hoog academische wetenschappelijke studies. Die zijn inderdaad belangrijk en ik moet ze inderdaad ook allemaal studeren. En dat is zo. Maar dat is niet waar dat de mensen in de zorg, eh, waar dat ik hen mee wil lastigvallen bij wijze van spreken, wat ik wil vooral dat ethiek eh, en ethisch gedreven hulpverlening. Dat is eigenlijk eh, ja, een beetje gelijk pluisbloempjes blazen. Dat zijn, dat zijn goede ideeën, dat zijn gedreven mensen die elkaar aansteken. De ondertitel is ook hoe ethiek aanstekelijk werkt. En die pluisbloempjes, uh, die ik in dat boek aanreik, dat zijn. Pluisbloempjes die ik ook niet uh, verzonnen heb of ik ook niet bedacht heb, maar dat zijn eigenlijk pluisbloemen die tot bij mij gekomen zijn de afgelopen 15 jaar in het samenwerken met heel veel mensen, heel veel organisaties, heel veel teams, samen nadenken van wat is ethisch goede zorg en dergelijke meer. Maar niet alleen in de professionele context, ook in de persoonlijke context. In gesprekken met vrienden, met familieleden, met buren, met andere ouders van de school, met in uw vrijwilligerswerking die je doet. Dus eigenlijk in het zien van een film of het luisteren van een, van een muziekstuk of het lezen van een roman, overal zijn er eigenlijk wel ethische ideeën over de manier waarop dat mensen zich tot elkaar verhouden en wat daarin... Ja, want eigenlijk die pluisbloempjes, dat is te vergelijken met paardenbloemen die in de zomer staan. En dat worden dan zo van die pluisbloempjes. En kinderen blazen daar. En sommigen waaien en die pakken goede grond. En anderen niet. Maar dat gaat weer voort. Dus in mijn boek, ja. Dat, dat, ja, ik heb de pen vastgehouden, maar eigenlijk de ideeën komen van overal en dus geef ik ze graag door als pluisboompjes. Ja. Dat is een beetje de kern van de zaak. Mooi, mooi. Ja. Ik denk dat het boek verwacht wordt januari 2021? Ja, ja, ja. ja. Oh. dus dan zijn we 2020 voorbij. Dan is er een nieuw elan. Inderdaad, een nieuw elan. Ja. Dan is dat virus dat we niet gaan benoemen, dat is er dan misschien niet meer. We kijken er maar uit. We Yvonne, het, het uh, hoofdthema van het seminari uh, gaat over bronnen van zorg. Ja. Ja. Uh, Erik heeft daarnet uh, het, uh, het woord niet vernoemd, of het virus niet vernoemd, <laughs> uh, uh, maar inderdaad, allee, we, kunnen er, we kunnen er toch niet onderuit uh, mm. uh, dat het coronavirus ons momenteel nog blijft teisteren en toch nog gedurende een uh, heel aantal maanden, uh, 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 yeah. vermoedelijk. Um, ik heb zelf als directeur in het woonzorgcentrum van te Heverlee, samen met de collega's de afgelopen maanden heel vaak beslissingen moeten nemen. Nieuwe ideeën, nieuwe richtlijnen die kwamen. Beslissen van hoe gaan we dat implementeren? Op welke manier gaan we dat doen? En we hebben zo soms toch wel het gevoel gehad van op een heel, heel erg woelige zee terechtgekomen te zijn? Uh, soms ook zonder kompas, met een kapitein die uh, vaak ook heel veel vragen had. Hè. Um, en ja, toch, toch, toch heel moeilijke uh, maanden ook achter de rug gehad. Uh, kan jij daarop, uh, uh, Yvonne, een beetje je ethische reflecties uh, rondgeven? Van hoe dat we dat moeten zien, hoe dat we dat kunnen duiden? Uh. Ja. Ah, joh, ja, dat is een wordt. beetje wat dat we vanavond gaan doen. Hè? Ja. Vanavond gaan, uh, gaan we een beetje stilstaan rond... Uh, wat is ethisch goede zorg, goede hulpverlening? Uh, gerelateerd ook aan sociopolies. Uh, niet alleen voor hulpverleners, maar voor mensen breder in de samenleving. Want ik denk dat iedereen... Laat ik zeggen, de voorbije maanden ethiek in de zorg is nog nooit zo duidelijk geweest, uh, nog nooit zo duidelijk aanwezig geweest. Dus uh, ik denk dat iedereen, ook de mensen thuis die aan het luisteren zijn, die niet meteen direct in de zorg staan, ook heel goed zullen aanvoelen waar dat de ethische spanningsvelden liggen. Uh, dus ik ga proberen. Hè, om in stukjes uh, daar een beetje les te geven, toch ook. Hè? Uh, en voor de mensen thuis, ik ben nogal gewoon om, om heel interactief les te geven. Uh, ik ga graag in interactie met het publiek, dus via de chat gaat dat ook wel kunnen. Maar natuurlijk, nu ben ik heel blij dat Laurence hier is, hè, want zij is nu mijn eerste kritische uh, uh, vriend, hè, mijn constructieve toehoorder. Dus ik ga, we gaan het een beetje afwisselen, zo een, paar, een beetje uh, wat, 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 wat uiteenzetting. En dan gaan we weer even ja. wat, wat uitblazen. Aan de hand van vragen en zo gaan we doorheen de avond heen. Dus nu ga ik eens kijken wat ik uh, aan, als eerste stukjes kan vertellen ja. rond um, het pluisbloem-effect. Ik heb een hele mooie pointer gekregen. Um, waar zijn mijn slides? Hier zijn ze. Um, dus het idee is: inderdaad, we gaan stilstaan bij wat is Ethisch goede zorg. Hoe kunnen we op een gedreven manier in die zorg staan en die gedrevenheid ook behouden? Daarmee bezig blijven, varen op kompas, gelijk Laurence zei. Hoe kunnen we dat blijven doen en wat wil het pluisbloemeffect in dit verband betekenen? Ik had het al gezegd, het gaat over pluisbloemen blazen voor mij. Ethiek in de zorg is iets wat dat mensen drijft. Die, die kritische vraag van wat is hier in deze context, in deze uitdagende situatie het goede om te doen... Dan is dat iets wat we aan elkaar doorgeven, telkens opnieuw. En het, het, eigenlijk een stukje van uh, het concept daarvan is mij ook weer via hè, de, de literatuur tot bij mij gekomen in het boek Maktoub van Paulo Quello, wat ik aan het lezen was. En hij schreef in zijn voorwoord, waarin dat hij ook zijn verhalen vertelt. En hij zegt ook van ja. Eigenlijk ben ik niet de auteur van dit verhaal. Mijn taak was slechts die van de Wever. Katoen, en draad kan ik niet op mijn konto schrijven. En op dezelfde manier wil ik jullie vandaag, vanavond ook een aantal ideeën aanreiken met jullie meanderend, door een aantal zaken gaan die eigenlijk van overal een beetje tot bij mij komen. Ze zijn tot bij mij geblazen en ik pak ze terug op en ik blaas ze voort. Dat is een beetje mijn idee. Als je mij zou vragen, hè, uh, Yvonne, van, ja, wat is volgens jou de kern van ethiek? Hè? Ethiek, uh, toekomst, wat is dat eigenlijk? Dan zou ik zeggen, ja kijk, ethiek, dat is een keuzeverhaal. Dat is uh, ethiek is eigenlijk afwegen. Dat is waarden afwegen. Dat is kiezen voor het ene of voor het andere, terwijl je eigenlijk niet alles tegelijkertijd kan realiseren. Dus als je in een situatie zit waar je je afvraagt: wat is hier het goede om te doen? Dan is daar een keuze mee gepaard. In de volksmond weten we, hè, dan zeggen we ook wel eens graag van: ja kiezen, kiezen. Ja, oké, okay, maar kiezen is verliezen, hè. Dus, en dat is voor een stukje ook wel zo. Daar zit een opportuniteitskost aan onze keuzes. In die zin dat wat je, wat je kiest, als je kiest voor het ene, dan kan je tegelijkertijd niet het andere doen. En op dezelfde manier weten we dat ook. Een euro kun je maar één keer uitgeven. Hè? Of als ik er vanavond voor kies om hier te zijn, dan kan ik niet tegelijkertijd iets anders gaan doen. Hè? Dus op die manier is kiezen inderdaad in pragmatische zin wel degelijk verliezen. Kiezen in de zorg doen we op heel veel verschillende manieren. En ik ga even kijken. We hebben een macroniveau, een mesoniveau, een microniveau. Op het microniveau, dat is eigenlijk het niveau van de concrete zorgverlening. Dat is dat, die context, en ik verwijs eventjes naar hè, de context van Laurence bijvoorbeeld, in de ouderenzorg of in de ziekenhuiszorg of in de, in de cliëntenzorg, kan een hulpverlener echt gebotsen ge op een, 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 een extra zorgvraag van een, een, een patiënt, een bewoner of een cliënt? Die heeft extra tijd nodig, extra aandacht nodig, want er is op dit moment iets heel complex gaande. Maar tegelijkertijd wachten er nog zoveel andere dingen op jou. Van alles moet er nog gebeuren. Dus je hebt eigenlijk niet veel tijd om te blijven staan. Wat doe je dan? Blijf je dan of ga je voort? En neem je, je tijd mee of kom je nog terug? Dat zijn in ieder geval keuzes, ethische keuzes, die zich in de hele concrete context voordoen. Op mesoniveau niveau zijn dat keuzes. Niemand zich stelt op organisatieniveau. Op organisatieniveau bijvoorbeeld een ziekenhuis, een voorziening voor psychiatrische hulpverlening, een instelling voor bijzondere jeugdzorg, een, een woonzorgcentrum, een, een, een zorgorganisatie. Toecour maakt ook op mesoniveau keuzes. Hè. Dat heeft te maken met bijvoorbeeld welke vorm van uh, zorg willen wij aanbieden. Hè. Welke investeringen doen we, uh, welke vorm van architectuur gaan wij uh, hier realiseren. Of en heel concreet, allemaal kennen we het. Welke, hoe gaan we onze bezoekersregeling heel concreet vormgeven in coronacontexten? Dus dat zijn zaken die je op mesoniveau moet beslissen. En op macroniveau, ethische keuzes in de zorg, die, zijn eigenlijk, die kennen we het meest onder de vorm van welke vormen van zorg worden terugbetaald en welke niet, of in welke mate. Dat zijn eigenlijk de vragen van de, ministers, de betrokken ministers die daarover keuzes moeten maken. Kiezen is verliezen, had ik al gezegd. Maar eigenlijk is het wel zo dat, en dat is echt mijn overtuiging, wanneer het ook gaat over ethisch goede zorg, dan kan kiezen winnen zijn. Wanneer dat uw keuzes uw waarden versterken. En daar gaan we straks ook nog iets meer op inzoomen, samen ook in het gesprekje met Laurence. Over op welke manier kunnen uw keuzes uw waarden versterken? Op welke manier kan je dan kiezen winnen ervaren? Nu, we bevinden ons dus in een spanningsveld van keuzes, dat had ik al gezegd. En eigenlijk, in ethisch, in, in, wanneer het gaat over de ethische kant van de zaak, hè, ethisch goede zorg verlenen, dan zitten daar altijd verschillende uh, waarden die je op de weegschaal legt. Hè, verschillende waarden, in de zin van dat je kan zeggen, um, hoe gaan we dit bijvoorbeeld, of ja, verschillende waarden alleszins die je niet allemaal tegelijkertijd kan realiseren. Hè. Het meest bekende voorbeeld is inderdaad dat waar dat we in de coronacontext moesten kiezen. Dus, ja, hoe, hoe zeer kunnen we die warme menselijke zorg vormgeven en hoezeer kunnen we dat veilig doen? Hè? We, we, wanneer dat we inzetten op het een, boeten we een beetje in op het ander. Of wanneer dat we inzetten op het ander, dan boeten we wat meer in op het een. Dus daar moet je eigenlijk heel erg goed met elkaar aan zitten fine-tunen. Maar alles tegelijkertijd gaat niets. Dat is een van de voorbeelden waarin dat een ethisch spanningsveld van keuzes zich kan voordoen. Dus dat is een, een, een ethisch dilemma en daar moeten we uit geraken. Nu, hoe kun je daaruit geraken? Uh, ja, mijn kinderen die kennen een perfecte oplossing en dat heet Inimine Mutten. Dat is wat we doen op de speelplaats. Wanneer dat we iets eerlijk willen verdelen, dan doen we Inimine Mutten. Maar zo eerlijk vind ik dat nu eigenlijk ook weer niet, want zij, ik heb ondertussen begrepen dat als zij. Zij weten zeer goed weten dat waar dat je start en je bent met twee of met drie, waar dat je uiteindelijk gaat uitkomen. En wat we dan zien bij kleine kinderen is, ze verzinnen nog allerlei versjes daarbij. Om dan toch maar zeker te zijn dat er ergens een toeval toch nog speelt. We kennen dat allemaal. Hè. Maar in een minuutte is toch niet hoe dat we dat willen doen in een ethische uh, context. We gaan het op een andere manier willen doen. En ik wil met jullie nu ook een beetje filosofisch ethisch stilstaan bij. Wat ik de structuur van mijn verhaal noem, en dat gaat eigenlijk over kersen en over gist. Ethisch goede zorg. Hoe komen we ethiek in de zorg tegen? Als we kijken naar uh, uh, de, de, de kers, als we kijken naar de kers, dat is eigenlijk de, de, de ethiek die we zien in ethische commissies, in in werkgroepen, in adviezen, in in in, in duidelijke stappenplannen bijvoorbeeld, hè. in 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 neergeschreven waarden. Dat is, dat is eigenlijk de ethiek die op een heldere manier beschreven is, die ons helpen om met de moeilijke situaties ergens op een of andere manier om te gaan. Maar dat is, ik trek het even op flessen, ook wel een beetje een gemanagede ethiek. We regelen dat, we brengen dat in orde. Dan kan je zeggen, zijn wij ethisch goed bezig? Ja, in zekere zin wel, want we hebben een kerst op onze taart, we hebben werkgroepen, wij zijn daarmee bezig, we, we werken daaraan en dergelijke meer. Maar mijn punt is dat als het alleen blijft bij die kerst en alleen bij die werkgroepen en alleen bij die adviezen, maar die uiteindelijk niet doordringen in uw keek, wanneer dat, dat niet eigenlijk het element is van het gist van uw deeg, dan is dat alleen een mooie woordenethiek. Dus ik wil heel graag met jullie stilstaan bij hoe kan ethiek ook de gist in uw deeg zijn? En als we daarbij stil willen staan, hoe kan die ethiek, die mooie adviezen, die waarden en die, die, die zaken die we helder hebben... Als we die toepassen op de complexe realiteit, dan zien we dat dat toch ook een hele wanordelijke zaak is. Een wanordelijke zaak in de zin van, dan is het echt knagen, ploeteren, knoeien, zoeken we wat is hier het goede om te doen. En dat is allemaal niet zo evident en dat ligt allemaal ook niet zo helder voor ons klaar. He, dus, ethiek is, ik zeg het ook altijd, ethiek is niet zoiets gelijk een wasmachine voorschrift, van volg die verschillende stappen, en dan is dat uiteindelijk wel uw ethisch goede uitkomst. Terwijl, als ik met een was wil doen, dan volg ik dat best wel, want anders dan loopt het helemaal in de soep. Maar dus, de, de ethiek is eigenlijk een, een kwestie van, inderdaad, er zijn structuren, maar die moeten wel doorleefd kunnen geraken. En dat zit altijd een beetje wanordelijk in elkaar. Wanorde. Uh, ik ben een filosoof. Ik hou enorm veel van wanorde en chaos, en paradoxen, en complexiteiten en dergelijke meer. Dus ik wil met jullie heel graag stilstaan bij spanningsvelden, paradoxaliteiten, tegenstellingen. Uh, daar wat meer uh, rond nadenken. En u ziet hier nu uh, linksboven een, een cover van een boek. En doorheen de avond ga ik nu nog heel veel boeken aanraden. Dus binnenkort tussen het Sinterklaas en Kerstmis en zo. Je kunt heel veel boeken aan u op uw wishlist zetten. Maar een van de boeiende boeken over de paradox is de cultuur van de paradox geschreven door Karel Peters. En de paradox volgens Karel Peters, hij is, hij is een essayist, een Nederlands essayist... ...en hij beschrijft daarover en hij zegt van eigenlijk gaat dat over de kronkelingen van de werkelijkheid. De complexiteiten van de werkelijkheid. En ik heb dus een, heel, een stukje daaruit uh, uit het boek gehaald en ik ga dat even met u doornemen. Hij zegt ook, de paradox dat is een dynamisch fenomeen en dat staat voor beweging, voor verbazing... Voor de ontdekking dat een levende energieke werkelijkheid veelal niet eenduidig kan zijn. Ook al zijn er veel situaties waarin eenduidigheid noodzakelijk of zelfs wenselijk is, is eenduidigheid vaak te rechtlijnig om recht te kunnen doen aan de kronkelingen van de werkelijkheid. Onze ethische adviezen, onze teksten, onze beleidsdocumenten zijn vaak te eenduidig om recht te kunnen doen aan de complexe werkelijkheid. De paradox, zegt Peter, staat voor tegenstellingen die elkaar nodig hebben, die elkaar afstoten, die niet zonder elkaar kunnen, ook al zouden ze het willen. Gevoel en verstand, vrijheid en gelijkheid, lichaam en geest, identiteit en verschil, rationeel, irrationeel, oppervlakte, diepgang, hartstocht en beheersing. De paradox, zegt hij, staat voor tegenstrijdige verlangens waaruit niet zomaar valt te kiezen, maar wel vaak uitgekozen moet worden, ook al zijn die twee verlangens even sterk. Op dezelfde manier, dat is ook ethiek. Hè. We, we, we willen misschien helemaal niet kiezen. Waarom menselijkheid of veiligheid? Dat is een vreselijke keuze om voor te staan als je het in de praktijk vorm moet doen. Maar toch moeten we kiezen en moeten we hiervoor uit. We kunnen niks, niks doen. Nu zou je kunnen zeggen: ja, goh. Dat is allemaal wel heel schoon, hè? filosofie, en het is wel een beetje moeilijk. Maar hoe komen die paradoxen in ons, in ons dagelijks bestaan? Waar komen we die tegen? En dan ben ik eens een beetje gaan zoeken en ik heb dan gezien... ...want ja, eigenlijk komen we die op heel veel verschillende manieren tegen. En dat maakt het juist opnieuw weer zo interessant. Ik geef een paar voorbeelden. De psychologische paradox die kennen we eigenlijk allemaal... ...wanneer we tegenstrijdige verlangens ervaren. En het meest gekende tegenstrijdige verlangen dat we hebben, is... Bijvoorbeeld, ik zou toch wel heel erg graag die twee corona-kilo's nu toch wel eens verliezen. Maar, en ik sport ook wel en ik doe wel van alles, maar toch ligt daar een ontzettend schoon stuk chocoladetaart naar mij te lachen. En ik weet dat ik dat eigenlijk niet mag eten, maar ik ga dat nu toch wel. Ja, voilà, ik zit met een tegenstrijdig verlangen. De existentiële paradox, die kom je tegen wanneer we bijvoorbeeld stilstaan bij de paradox tussen vrijheid en determinisme. Ja, wij willen allemaal vrij zijn. We willen allemaal vrij ons leven bepalen, de regisseur zijn van ons eigen bestaan. En tegelijkertijd weten we dat we langs alle kanten gedetermineerd worden. En dat we eigenlijk helemaal niet zo vrij zijn als dat we dat misschien wel zouden willen. Of de existentiële paradox, die kom ik ook wel tegen. Dat vind ik een hele interessante. Wanneer het gaat over de zin of de onzin van het leven. We willen dat allemaal, denk ik wel, dat ons leven betekenisvol is. Hè? Dat we dat ergens op een zinvolle manier doorleven. Dat tegen de tijd wanneer dat wij komen te gaan, dat we kunnen zeggen van ja, ik heb hier toch een mooi leven gegeven aan mijn kinderen en mijn kleinkinderen, misschien mijn achterkleinkinderen zelfs. Ja, die, die, ik heb die iets kunnen meegeven. Hè? En dus, ik leef nog een beetje door in hun bestaan. Tegelijkertijd, dus dat geeft de zin aan mijn leven. Kan. Hè? Maar tegelijkertijd weet ik ook dat mijn achter-achter-achterkleinkinderen geen flauw behul zullen hebben van wie dat ik ben geweest. En in, de, in de, de oosterse godsdiensten, in het boeddhisme, weten we allemaal dat we slechts een drupje zijn in de oceaan van de eeuwigheid, zoals ze dat zo mooi zeggen. Dus dat is eigenlijk de existentiële paradox. De esthetische paradox, dat is die die we ervaren wanneer het gaat over de schoonheid in het lelijke. De schoonheid in het lelijke, dat zien we heel vaak in de fotografie of in de kunst. Toen dat ik een tiener was, toen had ik een abonnement op Oor, een, een muziektijdschrift. Um, en daar, een van de huisfotografen van Oor was Anton Corbijn. En we kennen hem van de magistrale foto's van U2 en zo. Hij maakt echt prachtige foto's. En een van de covers die ik nog altijd heb liggen, uh, omdat hij zo fascinerend is, hij had een magistraal mooie foto gemaakt, maar echt wondermooi, van Iggy Pop. Maar je, we weten allemaal dat Iggy Pop misschien wel de lelijkste mens ter wereld is. Dat, en en dat, toch is dat zo fascinerend. Hè? Je ziet die schoonheid in het lelijke ook wanneer dat je bijvoorbeeld eh, mensen onder ons die zo, de, de performance kunst van Marina Abramovic. Dat, dat moet je eens googelen. Dat is echt heel fascinerend. Die dame die doet echt shocking stuff, maar dat is heel speciaal. Dus dat is daar waar dat, dat paradoxale is, daarmee juist ook heel fascinerend. En dan blijf je wel kijken. De metafysische paradox, die ervaren we allemaal wanneer dat we de eeuwigheid in het ogenblik ervaren. Bijvoorbeeld tijdens een wandeling, bijvoorbeeld aan zee, in de bergen. Dat zijn die zaken die we bijvoorbeeld ook zien bij yoga of mindfulness. Dat zijn die elementen waarin dat de eeuwigheid in het ogenblik gevat kan worden. De amoureuze paradox, die kennen we wanneer dat we koppels zien die niet met of niet zonder elkaar kunnen in haat liefde, verhoudingen. Het zijn tragische situaties, maar ze komen voor. De pedagogische paradox die ervaar ik zelf dagelijks en ik hoop dat ik niet de enige ben. Dat is wanneer dat ik mijn dochters wil opvoeden tot vrijheid. Ik wil dat ze groot worden als zelfstandige dames met karakter en een eigen mening. En niet zomaar overal alles mee eens zijn met alles en dat ze voor hun gedachten opkomen. Tegelijkertijd heb ik ook wel heel graag dat als ik vriendelijk vraag of ze wat orde willen creëren in de chaos van de oerknal op hun kamer, dat ze dat ook gewoon doen. Dus opvoedend op vrijheid vraagt dan ook wel een beetje dat ze ook gewoon af en toe eens doen wat ik vraag. De logische paradox, die zie je wanneer... Dat is een leuk speelgoed voor de filosofen en de taalkundigen onder ons. Die zie je wanneer, dat je, wanneer dat ik de zin uitspreek. Deze zin is onwaar. Als die waar is, is die niet waar. Als die niet waar is, is die waar. En zo zijn er heel veel leuke dingen. Want als Pinocchio zou zeggen van mijn neus gaat nu groeien, dan gaat hij niet groeien. En als hij wel gaat groeien, groeit hij niet. Dus dat zijn hele leuke taalspelen die we tegenkomen in allerlei uh, leuke uh, dingetjes in kranten en dergelijke meer. De axiologische paradox, dat is die die we allemaal kennen, dat gaat over de, de, de paradox tussen het goede en het kwade. En de stripliefhebbers onder ons, in het bijzonder van Sidonia, Sidonia. En, en Whisky maakt dat ook vaak niet. Die heeft dan zo'n engeltje en een duiveltje op haar van wat moet ik nu doen? Hè? Wat, en dat, die zitten dan met elkaar ruzie te maken. En dan uiteindelijk kiezen ze toch voor dat, wat het, wat het meeste drama in het verhaal uh, realiseert. En ik had dat zelf, twee jaar geleden voor. Het is ook een vraag die ik altijd aan mijn studenten stel. En dan de, 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 het is, het is nooit een eenduidig antwoord. Twee jaar geleden dan was het zo ergens ook in de winter: een feest, een een of ander nieuwjaarsfeest of zo, of een kerstfeest. En ik was verantwoordelijk voor de, voor de bubbels. En dus ik ging dan versen, nou, ik ging naar de supermarkt en, uh, en er was een aanbieding. En dus ik had er twaalf nodig. En uh, dus ik stond daar met uh, twee van die dozen. En de dame had, aan de kassa had zich vergist: Die had er maar één aangereikt. En ik zag het. En op dat moment. Had ik <laughs> een Sidonia-ervaring, moet ik daar nu iets van zeggen, ja of nee? En telkens als ik het dan aan mijn studenten vraag, had ik iets moeten zeggen, ja of nee? Dan zegt de helft, oh nee, natuurlijk niet. <laughs> dat is haar eigen fout. En de andere helft zegt, ja, nee, 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 nee. Gelukkig, voor mij loste het probleem zichzelf op, want ze had het gezien. <laughs> ik weet eigenlijk niet, tot op de dag van vandaag niet, wat ik gedaan Ik denk dat ik het toch wel zo gezegd heb, want anders dan had ik buikpijn gehad. Uh, dus dat zijn eigenlijk voorbeelden van paradoxen die we eigenlijk in ons bestaan telkens tegenkomen en die ook niet eenduidig op te lossen zijn, maar ik wil ook wel graag aanduiden. Het maakt het heel complex, maar daardoor ook juist zo boeiend. Want wat doen die precies? Met paradoxen, uh, zegt Karel Peters, kan de wereld begrijpelijker worden gemaakt. Hè? Ze leggen conflicten en tegenstellingen bloot. Er ontstaat ruimte voor verwondering, voor reflectie, voor afweging, voor confrontatie, voor kiezen voor dit. Dus eigenlijk gaan we daar een beetje zoekend op, bij onderweg. En interessant is dat zelfs Immanuel Kant, die u daar rechtsboven ziet staan, een filosoof. Van de verlichting bij uitstek, je zou kunnen zeggen, het is dus de, 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 de zumoen van de rationaliteit. Zelfs Kant zei: van, eigenlijk is de paradox zeer interessant. Want tegenover de paradox, zegt hij, dat is het citaat hier, staat het alledaagse: dat de gewone mening aan zijn zijde heeft. Maar dat alledaagse geeft net zo weinig zekerheid, misschien nog wel minder zekerheid, omdat je ervan in slaap valt. Terwijl de paradox opmerkzaamheid in het gemoed wekt en tot onderzoek aanzet, dat vaak tot ontdekkingen leidt. Dus die paradoxen, die complexiteiten, die zaken, die schuren, die knagen, die helemaal niet induiden, die houden ons wakker. Die zeggen: tja, waar moet ik hier nu mee? En dan gaan we op weg. Je zou je kunnen zeggen, ja, goh, Yvonne, het gaat toch over hè, bronnen van zorg. En, 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 en wat, wat is dit nu voor een denkoefening? Is dat nu louter filosofisch of literair amusement? Hè? Ik heb daar dan een cartoon ingezet die ik al sinds mijn 18 jaar ergens uh, boven, mijn, uh, boven mijn, mijn bed, zou ik niet zeggen, maar toch met uh, mijn bureau heb hangen. Dat is dan de vraag van de, een philosophy quiz, hè, waar dat was what's the meaning of life? En dat cartoon, mannetje zegt, ik zou toch graag hebben dat dat multiple choice was. Maar zo is dat helemaal niet. Hè? Maar is dat nu meer dan filosofisch eh, amusement. Hoe bepaalt dat eigenlijk hè, ons zijn in de wereld? Hoe is dat aanwezig in de realiteit van ons bestaan? Dat zijn wel belangrijke vragen waar dat ik met jullie bij stil wil staan. En de manier waarop dat ik denk dat dat heel fundamenteel aanwezig is in onze menselijke bestaansconditie, hè, in onze condition humaine, dat is dat je de paradox kan zien als, en dat is het mooie Griekse woord Arche, Arche betekent zowel begin, startpunt, als beginsel, een blijvend beginsel. En dat is iets. Het begint ermee, maar het blijft doorgaan, dynamisch. En u ziet aan de linkerkant, ziet u inderdaad staan. Hey, daar staan kathedralen, daar staat de relativiteitstheorie van, van Einstein, de DNA-sequentie en allerlei wetenschappelijke dingetjes. Links wil ik inderdaad aanduiden, want inderdaad, mensen zijn in staat tot ...ongelooflijk krachtige dingen, tot heel veel creativiteit. We zijn uitvinders, we zijn kathedralenbouwers. We willen rijken naar de zon en van tijd tot tijd doen we dat ook. Uh, we zien, ja, nu worden de Nobelprijzen uh, weer terug uitgereikt... ...en het is indrukwekkend uh, wat dat er... ...als je daar goed naar kijkt, wat dat daaruit komt. Dus ja, we kunnen ontzettend knappe dingen doen... Tegelijkertijd, en dat is aan de rechterkant het geval, is het ook een heel fundamentele eigenschap van ons menselijk bestaan dat we tegelijkertijd ook heel veel wat Dirk de Wachter zegt, gewonigheid nodig hebben. Rustmomenten. Het dus is een mooie citaat van Voltaire in uh, het Candide hè, Cultiver notre jardin, voir conduire les enfants, hè, yoga, mindfulness. Hè. Dus dat is wel iets wat heel belangrijk is. Dus Die paradox als archij, als begin en blijven begins, is volgens mij het feit dat we allemaal wel op op een of andere manier met dat spanningsveld die paradoxen omgaan. Namelijk enerzijds kunnen we veel, willen we veel, doen we veel en anderzijds hebben we ook heel veel nood aan, uh, laten we zeggen, dat rustgevende element. En dat is heel erg belangrijk, maar daar kom ik zelfs nog bij terug uh, in wanneer we willen nadenken over morele stress waar dat Laurence het eerder al over had. Nu, de vraag is natuurlijk: ja, hoe manifesteert zich deze paradoxaliteit in de zorg, in de ethiek van de zorg? Hè? Wanneer dat we willen nadenken over wat is hier het goede om te doen, hoe komen we dat tegen? En dan uh, denk ik dat het heel belangrijk is dat we in dit verband stilstaan bij. De druk op de ketel van de zorg. Uh, Erik heeft daar in het begin ook al naar verwezen. Hè. Er is inderdaad heel veel druk op die ketel van de zorg en die druk neemt toe. We zien het langs alle kanten. We hebben dat ook heel veel gezien de voorbije uh, weken en maanden. Uh, hoe kunnen we daar met al die complexiteiten in die situatie, waar dat er veel druk op de ketel van de zorg staat, hoe kunnen we daar op een Ethisch gedreven manier mee omgaan. Want een quote die ik ook wel helemaal tegenkom is: is het zonder ethiek niet allemaal al moeilijk genoeg? Wat kan de ethiek hier bijdragen? Ja, dus ik had al gezegd, ik ga het in stukjes doen. Dus ik heb nu een aantal zaken wat opgebouwd. Het is dus een eerste stuk, een filosofisch stuk over paradoxen en over complexiteiten en dergelijke meer. Maar ik kan mij voorstellen dat dat al heel wat vragen oproept. Uh, bij Laurence zeker al. Uh, dus we gaan jullie de tijd geven om thuis wat neer te tikken. Uh, ondertussen zitten Isabel en Erik. Uh, Zij zijn onze raad ter wijze. Zij zitten daar in de kamer en hebben al heel wat binnengekregen. Maar natuurlijk, mijn, mijn dierbaarste, constructieve, kritische vriend zit hier, uh, Laurence. Uh, ik ga eerst naar u luisteren. Dat is heel goed, Yvonne. Uh... Want inderdaad, zeer interessant. We hebben het al gehad over kersen, hè, over, over gist in het deeg, over paradoxen. En um, ja, ik denk een van de grootste paradoxen, je hebt het daarnet ook zelf al eventjes aangehaald, waar we concreet de afgelopen weken en maanden uh, in de context van het woonzorgcentrum, misschien ook in de ziekenhuizen uh, bijvoorbeeld, maar ook hè, psychiatrische ziekenhuizen, hè, plekken voor jongeren in bijzondere jeugdzorg. Um, we hebben natuurlijk allemaal geprobeerd hey, om, om, om uh, onze mensen die ons zijn toevertrouwd, om die veiligheid uh, te kunnen bieden, te kunnen garanderen, zorgen dat het virus toch niet hey, binnenkwam. Uh, langs de andere kant hey, um, in die paradox is natuurlijk ook de vraag naar uh, menselijkheid, hey, in de zin van hoe kunnen ook uh, onze bewoners, hey, uh, patiënten, jongeren. Uh, hoe kunnen zij toch ook contact houden uh, met hun dierbare familie, ja. met hun vrienden? Uh, hoe kunnen we daar de bezoekregeling uh, op afstemmen? Hè? En dat is toch wel een heel zware uh, uh, paradox geweest, waar heel veel mensen uh, in de zorgsector mee geconfronteerd zijn geweest. En dan is een, een spontane reflectie zo van: ja, we hebben geprobeerd van dat goed te doen. We hebben geprobeerd om uh, die beide uh, toch wel te kunnen aanvoldoen. Um, hebben we het goed gedaan, Yvonne? Of hadden we nog meer kunnen doen? Of met welke, met welke uh, ja, zaken hadden we nog meer kunnen uh, uh, bij stilstaan of nog meer over nadenken? Dat, dat, dat boeit me wel. Ja, ja. ja. Ik, ik denk dat dat een hele, een hele goede. Alleen een hele goede uh, reflectievraag is. Omdat we inderdaad, dat leeft bij iedereen. Hè? Uh, uh, wanneer dat we nadenken over hoe, hoe hebben we dat hier allemaal een beetje goed gedaan. En ja, zijn we dat goed aan het doen? Wat gaat de toekomst brengen? Wat ik zelf. Um, en dat is ook een beetje vanuit mijn, mijn, mijn job voor zorgnet, hè, waarbij dat er heel veel uh, zorgvoorzieningen daar nood hadden aan, aan ethische begeleiding. En waar ik dan ook met collega's uh, het, 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 ja, de overheid uh, heb moeten adviseren van hoe kunnen we dat op een ethisch gedreven manier uh, doen. We hebben daar heel sterk gezien dat. Uh, het, Ethiek als waardeafweging, die waarde tussen het afwegen van warm menselijke zorg, waar we allemaal voor willen gaan, maar we willen dat ook op een veilige manier doen. En we moeten dat ook op een veilige manier doen. Dat is een enorme botsing geweest. En dat is een enorme afweging geweest ook. En daar is dat ook enorm snel moeten gaan. En je hebt daar heel veel gezien. Mensen zeiden ook van ja, maar wat is het nu? Hè? Vandaag was het, nu, was het dit en volgende week is het weer dat en vorige week was het dat. En je ziet dat nu ook. Hè? Het, het fluctueert enorm. Dus dat is heel contextgebonden ook. Hè? We moeten heel, het hangt heel erg af van de erwaarden eh, die we ondertussen allemaal kennen. Um, en, en, en ook van, en dat is heel belangrijk, ook van de concrete mogelijkheden van elke organisatie zelf. Hè? Dus daar zie je ook dat er geen eenduidigheid eh, in de realiteit mogelijk is. Is, hè? Dus dat wat er bijvoorbeeld mogelijk is in één organisatie die bijvoorbeeld meer kleinschaligheid heeft, is niet mogelijk in een organisatie die grotere uh, gangen heeft en dergelijke meer. Dus ook één organisatie waar dat je veel uitbraak had van corona, andere waarbij dat het minder was of het kon enigszins toch uh, ja, in, in een coronazone uh, gebeuren. Uh, mensen waar dat er veel uh, personeelsuitval was of met, waar dat het niet was. Dus we zien daar dat die, die paradoxaliteit uh, van die waarden is... Echt heel sterk aanwezig geweest. Heel divers ook. Um, heel erg uh, complex ook. En heel fluctuerend. Uh, maar daar, wat je daar zegt: van ja, hoe, hoe hebben we dat gedaan? Hoe konden we dat goed doen? En dat is, want ik heb gezien daar waar dat men dat heel. Toch even goed, ook al moest het snel gaan, wel met een soort van kompas heeft gedaan. Want dat is wel die zorg, die kwaliteit van die zorg die we willen blijven bieden. En dat is eigenlijk ons, 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 ons hoofd, eh, eh, het noorden van ons kompas. En al de zaken die daar rond moeten gebeuren, zijn eigenlijk zaken die we dan wel moeten doen omdat het inderdaad noodzakelijk is. Maar we gaan toch proberen om die kwaliteit van zorg, die menselijkheid van die zorg, om dat niet te lossen. Uh, en dan ze, je, zie je dat er heel veel creatieve uh, dingen gebeurd zijn ook. Hè? Uh, maar ook heel veel, ja, heel veel situaties van verdriet en tragiek. Uh, en dat is ook heel belangrijk om daar te blijven stilstaan. Maar daar gaan we misschien zelfs nog even iets meer over uh, ja. Ja. Absoluut, Absoluut, dankjewel Yvonne. Uh, we gaan intussen eens luisteren of er vragen uh, zijn. Ik uh, zie intussen dat Erik daar staat. Uh, oh. Dag Erik. Uh, is er intussen een vraag in de chat? Uh, ja, we door... hebben verschillende vragen. Een eerste vraag die ik uh, aan jullie wil stellen, aan Yvonne wil stellen. Het is er eentje die via e-mail binnenkwam. Uh, iemand die uh, werkt in de zorgsector, dus echt in de zorg staat, zegt... Ja, vaak verwachten mensen dat wij paradoxale situaties gewoon oplossen. Ja, ze ja. werpen het ons voor de voeten en ze zeggen, doe er iets mee. Ja, ja, ja. Hoe kan je daarop reageren? Ja, ja, ja dat is inderdaad... Uh, uh, dat is een hele lastige. Ja, ja. Dat, dat vraagt natuurlijk, en, en dat gaan we zeker ook bij stilstaan in de loop van de avond, dat vraagt dan inderdaad van hulpverleners van, ah ja, ik heb hier een probleem, ik ga dat eventjes aan jullie geven, want jullie zijn de deskundige, dus los het maar op. Denk daar eens over na. En in het beste geval heb je ook nog eens een, een, een hele goede werkgroep die je daarbij gaat helpen. Of, en dat is inderdaad, dat is... Dat is een, een moeilijke situatie. Maar daarin denk ik, en dat is wat ik dan ook wel ervaar bij mensen in de praktijk die dat ook meemaken, dan, dat is, daar is het wel heel erg belangrijk om in die dialoog met de betrokken uh, zorgvrager of met de familie of met, uh, met de omgeving, om dat wel te blijven opnemen. Omdat precies daar waar het heel complex is, uh, wanneer het gaat om ethisch uitdagende vragen. Dat, dat kan je niet zomaar aan iemand delegeren. Dat is echt een relationeel, dialogaal gegeven. Um, want een gedelegeerde ethiek, dat is voor mij eigenlijk, dat heeft met ethiek niks niet meer te maken. Dus, dus hoe kan je dat oplossen? Inderdaad, dat, dat de persoon in kwestie die de vraag stelt, zegt van dit is voor mij toch wel een hele lastige, dan zou ik zeggen, ja, u heeft zeker gelijk. Ik zou dan ook zeggen van kijk, dat gaan we zo niet doen. We gaan hier toch minstens over, over moeten gaan praten. Hè? Ja. Uh, en dan. We gaan proberen om dat samen uit te zoeken. Dus dat is eigenlijk al het eerste wat ik daarop zou zeggen. Ja. Ja. Ik neem ook nog enkele reacties die komen via de chat. Iemand zegt: verliezen we ons tegenwoordig niet in het steeds veel willen en kunnen? Iemand anders zegt: kiezen we niet te vaak voor de ene kant en vergeten we niet de gewone kant? En dan zegt ook nog iemand uh, in de zorg, we verliezen ons in de grootsheid en vergeten de gewone mens. Ik ja. heb de indruk dat dat een beetje dezelfde ja, reacties ja. zijn. Wat zou ja. je daarop zeggen, Yvonne? Ja. Ja, ik denk dat dat um, uh, zeker tendensen zijn die, die we allemaal wel wat hebben. Hè? De, dat idee van we willen het echt, als, als het gaat over ethisch goede zorg, we willen het echt wel goed doen. Hè? Uh, en dat vraagt een beetje van ja, hier verliezen we ons misschien niet inderdaad ook wat in die grootheid van de zaken. Dat, daar hebben we wel een beetje die neiging toe. En ik denk als mensen die in de zorg staan, dan zeggen van ja, maar hola, hola, hola. Dat mag uiteindelijk toch niet. Dat kleine. Fijne, warme contact van elke dag euh, doen ondersneeuwen. Hè? Dus die, veel van de ethiek, en, en ja, Trik de Wachter verwijst heel vaak naar, naar Levinas, hè, de kleine goedheid. Ik denk dat de kern van de ethiek ligt net in die heel concrete zorgrelatie, in die aandacht voor elkaar, dat daarin die complexiteit samen kunnen doorleven. Daarin die presentie aandachtig aanwezig zijn. Dat is denk ik inderdaad de kern van de, van de zorg. En wanneer dat hulpverleners inderdaad in een concrete context zitten. waarin dat ze zeggen van ja maar wij moeten hier van alles doen. maar dat, dat, zorg, dat trekt mij helemaal weg van mijn patiënt aan het bed. ik heb daar een probleem mee. Uh, dan is dat inderdaad terecht. Dan is dat een heel terecht signaal. Oké, okay, dat waren voorlopig de vragen. Ja, dankjewel. Tot straks. Goed, dankjewel Erik, <laughs> dankjewel. Uh, ik ben voldoende uitgeblazen en klaar voor Ik denk uh, het wel. Ik ga nog heel even een ik, beetje water drinken. Ik, ik, heel goed. <laughs> uh, ja, dus uitgeblazen. Nu gaan we nog eens een beetje verder stilstaan bij uh, nog eens wat, wat, wat ja, uh, zo inhoudelijke uh, bluisbloemetjes. Hè, waardoor dat we dan straks nog wat verder kunnen discussiëren. Uh, eens kijken wat ik ook alweer ging zeggen. Ja. Wanneer het gaat over hè, we willen ethisch goede zorg realiseren, we willen het goede doen, dan krijg ik ook heel vaak de vraag van ja, wat is nu beschrijf nu eens een keer ethiek, hè, wat is dat precies? Want we voelen dat wel aan op een of andere manier. Dit is goed of dit is niet goed, maar wat is ethiek nu eigenlijk precies? En dan heb ik een hele mooie, uh, hele heldere omschrijving die ik al jaren gebruik en die heb ik ontleend aan, aan mijn collega's uh, Chris Gassmans en Linus van Laren. Die beschrijven een ethische reflectie als kritisch nadenken over kwesties die zich aandienen. In de context van ons handelen. We kunnen niets doen. Of we kunnen iets niet doen. En dit in het licht van de vraag: wat is hier het goede om te doen? Zijn wij goed bezig? Dus kritisch nadenken over vragen die op ons afkomen in de context van ons handelen. En daar de vraag stellen: zijn wij goed bezig? Dus het doel is hier het goede. En als we dat toepassen op de zorg, dan wil ik graag altijd verwijzen naar de zorgethische benadering. Die, die, en ik heb het toen straks al gezegd aan, aan, aan Erik ook. Die zorg, wat is de kern van de zorg? En alle hulpverleners zullen het met mij eens zijn, denk ik, wanneer dat is, dat is een relatie. Dat is een zoektocht, dat is een gezamenlijke tocht van zorgafhankelijke personen, met, omringd door uh, naasten, door dierbaren, door professionele hulpverleners. En je vertrekt in zo'n tocht vanuit een fundamentele kwetsbaarheid: een zorgnood, vragen. ...bekommernissen, angsten, emoties, bezorgdheden. Wat gaat er gebeuren? Hoe gaat dat hieruit zien? Hoe gaan wij verder? En dan ga je samen in die relatie zoeken naar het juiste antwoord. Dus dat is opnieuw niet de gedelegeerde ethiek... ...maar dat is wel dat samen zoeken naar het juiste antwoord. Maar wat is dan het juiste antwoord? En dan denk ik dat het noorden van het kompas hier is dat gaat over menselijke waardigheid. In een zorgafhankelijke context, wat willen we daar het goede doen? En wat is dan het goede? Dat heeft op een of andere manier altijd te maken met menselijke waardigheid. Dus het doel van ethisch goede zorg is, en dat staat daar rechts in dat kadertje: een menswaardig antwoord kunnen bieden op menselijke kwetsbaarheid. Wat betekent dat dan? En daar hebben we heel veel verschillende puzzelstukjes, ethische stukken die ons kunnen helpen. Die komen iets meer uit de theorie, maar ik ga u ook wel een beetje meenemen doorheen de theorie. Ik ga proberen om dat zo helder en min, zo weinig ingewikkeld mogelijk te doen. Als je de vraag stelt, wat is het goede om te doen? Dan zou je eerst al kunnen zeggen, zijn we eigenlijk goed bezig? En wanneer dan je dan zegt, zijn we eigenlijk goed bezig? Dan zijn er in elke context vier eikpunten die u daar kunnen helpen. De eerste vraag die je kan stellen is: hoe zit het eigenlijk met mijn motivatie hierin? Dus wanneer ik iets wil doen in de context van het handelen, wat is mijn motivatie hierin? Wat, wat wil ik graag realiseren in deze zorgrelatie? Maar niet alleen uw motivatie, want dat zou dan alleen een ethiek van goede bedoelingen zijn. Dat willen we niet. We moeten ook een waarneembare handeling hebben. Er komt iets uit. We kiezen voor iets. We doen iets. Wat doen we dan? Dat bepalen we samen in die relatie. En dan hebben we iets gedaan, we hebben iets geprobeerd, en dan zijn er ook altijd de gevolgen. Er komt iets uit. Uit de, de, de mogelijke keuze die we gemaakt hebben voor een behandeling, voor een therapie, voor een bepaalde een overleg, een bepaalde aanpassing van de zorg. Er komt iets uit. Die gevolgen kunnen voorzien zijn, verwacht, gehoopt of totaal onvoorzien. Iets heel verrassends, we weten het niet. En er zijn ook altijd de omstandigheden waarin dat iets gespeeld heeft, of de situering. Hè? Dus een handeling, een keuze. Dus die heeft eigenlijk al vier verschillende dimensies. Hè? De motivatie waarmee je iets doet, de handeling en de uitdrukking daarvan, de gevolgen daarvan en de context. Dus daar, als je kijkt naar een moeilijke situatie en een keuze die je doet, kan je daar al heel wat antwoorden op uh, functie. Uh, 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 formuleren die u helpen om met een complexe situatie om te gaan. Maar als je dan afvraagt: zijn wij goed bezig? Dan kunt u ook afvragen: wie zijn wij? Uh, wij wie is dat allemaal in die zorgrelatie? Dan helpt het, en dat is eigenlijk dat, dat, dat figuurtje rechtsboven, de personalistische ethiek van Paul Schotsmans. Die heeft eigenlijk, denk ik, heel veel mensen in Vlaanderen geïnspireerd. Ge, ge, en hij, iedereen kent wel, denk ik, zijn drie cirkels van zorg. Dat is de X-cirkel. Wie, wie is die zorgvrager hier? Hoe gaat het met hem of haar? Wie is hij of zij als individuele persoon in deze zorgafhankelijke context? Wat heeft hij of zij nodig? Maar die staat natuurlijk... Ik niet als een atoom uh, uh, afgezonderd uh, in de wereld, die wordt omringd. En dat is de wij-cirkel. Hoe zit de relatie van die individuele zorgvrager in, uh, in zijn, met zijn nab nabije omgeving in elkaar? Hè? Um, en dan hebben we de bredere ons-cirkel, dat is eigenlijk wie dat wij allemaal zijn als lid van de samenleving. Wat is onze sociale status in dit verband? Ik ga het een klein beetje proberen wat, wat visueel voor te stellen. Dus dan heb je drie cirkels van zorg. Die binnenste cirkel is dus inderdaad die zorgvrager als persoon. Vragen omtrent de klinische ethiek in de microcirkel, hè, dus de concrete zorgrelatie die speelt zich af hè, tussen die zorgvrager en de hulpverleners, hè, de onmiddellijke omgeving, het interdisciplinair team en de familie. Waarbij dat we dan gaan vragen wat is hier in deze gegeven moeilijke situatie een goede uitkomst. Maar ook dat is geen eiland op zich, dat speelt zich af binnen een organisatie of binnen een bredere context, bijvoorbeeld een woonzorgcentrum of een ziekenhuis of een, 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 een voorziening voor um, uh, geestelijke gezondheid. Dat is de organisatieethiek. Dat is eigenlijk die mesocirkel waar dat een organisatie visie heeft, waarden, richting, eh, structuur, ondersteuning eh, en dergelijke meer. Maar ook die organisaties staan niet op zichzelf, die zijn ingebed in een bredere samenleving. En dat is de sociale ethiek, dat is de macrocirkel. Dat is de bredere samenleving waarin dat er gedacht wordt over, voor, uh, over zorg. Hoe wordt er gekeken bijvoorbeeld naar de ouderenzorg? Is dat op een respectvolle manier of is dat op een minder respectvolle manier? Hoe kijken we naar personen met een mentale beperking of met een geestelijke uh, problematiek van geestelijke gezondheidszorg? Hoe kijken we daarnaar? Um, wat is de rol van de media in dit verband? Wat is het sociale uh, klimaat of de lokale gemeenschap? Hè? Hoe gaan we daarmee om? Um, vroeger, bijvoorbeeld, toen dat wij toen ik klein was, ja, ik denk iedereen kende wel geel, hè? geel als die uh, gemeenschap waar dat mensen met een, uh, een geestelijke of een mentale beperking uh, in de gemeenschap leefden. Hè? Dus hoe gaat de lokale gemeenschap om met zorgafhankelijkheid? En ik sta hier, ja, ik, well, ik moet daar wijzen <laughs> naar sociophobia. Dat is hetzelfde. Het <laughs> ja, links en rechts is een beetje moeilijk. Uh, dat is hetzelfde uh, uh, idee, het concept van zorg in de samenleving. Uh, goed. Ja, ethiek. Het goede om te doen. Hè. We hebben al die eerste insteken. Hè. We hebben de cirkels van zorg. Wat kan ik daar nog over zeggen? En dit is een hele leuke. Ik geef het ook altijd mee aan de studenten. Als, als je op familieweekend gaat, dan hè, moet je dit eens proberen. Nu kunnen we het eigenlijk niet op familieweekend. Maar dat neemt niet weg dat je dat wel kunt proberen. Eventueel met die collega's of zo. Of iets eventjes in de videochat euh, of met videobellen. Globaal gezien uh, kan je eigenlijk iedereen wel in je uh, eerste onmiddellijke ethische intuïtie indelen volgens uh, drietal hè, uh, mogelijkheden. En de eerste is uh, de, de, de meest gemakkelijke misschien en dat is het consequentialisme. Iets, als we willen spreken over goede zorg, dan moet dat uiteindelijk toch ook wel een goede gevolgen hebben. Hè? Want anders dan, dan tekent zich dat niet. Dus uiteindelijk moet dat toch een goed resultaat hebben. Als je dat dan doortrekt. We trekken dat een beetje op flessen, dan zou je kunnen zeggen wat is een goed gevolg. En dan zullen er ook wel mensen zijn die zeggen ja, dat moet toch nuttig zijn of efficiënt. Het moet toch ergens op een of andere manier in balans zijn met uw inzet. Hè? Maar als we overdreven denken in termen van nut, dan gaan we ook geen oog meer hebben voor die vormen van zorg die eigenlijk misschien totaal niet nuttig zijn, maar wel heel betekenisvol. He? en een van die vormen is bijvoorbeeld snoezel, snoezelruimtes he? waarvan we zouden kunnen zeggen dat is hele momentane knuffelzorg voor personen met een ernstige mentale beperking of een ernstige vorm van dementie maar de kwaliteit van die zorg blijft beperkt tot dat snoezelmoment dus je kan niet zeggen van, ah ja, dat, heeft, dat is een behandeling die dan drie weken effect heeft of zo. He? dat is het eigenlijk niet dus je zou kunnen zeggen ja, de gevolgen zijn inderdaad belangrijk maar ook daar is het niet zo he, dat het doel alle middelen heiligt he? dus dat gaan we niet doen want dan zou je kunnen zeggen van, ah ja, we gaan bijvoorbeeld voor uh, uh, personen met een ernstige vorm van dementie en een verkramptheid, waardoor dat ze heel veel pijn hebben, gaan we geen uh, snoezelruimte doen, want dat is een heel tijdsintensieve zorg waar dat je mensen op moet zetten. We gaan uh, medicatie geven. Hè? Dat, zou je kunnen zeggen. dat is nog veel nuttiger, veel efficiënter. Maar, zouden we kunnen zeggen, dat willen we net niet, hè? want eigenlijk gaat dat in tegen onze principes. En dan ga ik over naar het tweede. De deontologische benadering is daar waar we zeggen, wanneer het gaat over ethiek, dan willen we toch altijd wel bepaalde waarden en principes hoog in het vaandel dragen. We hebben allemaal wel bepaalde waarden die we zo belangrijk vinden, dat we zeggen, van, ja, daar, daar ga ik nu toch niet aan tornen. Dat wil ik niet doen. Gewoon omdat het indruist tegen mijn principes. Het deon, vandaar deontologische benadering. Een van de principes die we kennen, dat is dan kanscategorische imperatief, behandel een mens nooit louter als middel, maar steeds ook als doel. Dat is een beetje een ingewikkelde verwoording, maar de guldenregel kennen we allemaal. Behandel iemand anders zoals je door hen behandeld wilt worden. Of omgekeerd, doe niet aan een ander wat je niet zou willen dat zij jou aandoen. Die guldenregel dat is inderdaad een principe waarvan we zeggen dat moeten we toch wel blijven hanteren. Maar in principe ethiek ook daar als je die heel exclusief en doorgedreven doorgetrokken blijft hanteren, kan die ook los geen oog hebben voor context of gevolg ja? en kan dat ook heel onrealistisch of heel erg koud zijn. Stel nu dat ik zou zeggen: ik lieg nooit. Ik doe dat gewoon niet. Dat gaat in tegen mijn principes. Maar dat weet, we weten allemaal dat we af en toe wel eens, opwille van de menselijkheid, eens een leugentje onbest veel moeten verkopen. Want anders dan zou je ik zeggen: ik zeg altijd flagrante waarheid, klinkt het niet een bot, maar dat zou een beetje, uh, ja, zou je kunnen zeggen, dat mag toch wel een beetje diplomatischer. <coughs> Pardon. Daarnaast, een combinatie van die twee, dat zien we wel bij de meeste mensen ook, is een soort van verruimd consequentialisme. Een verruimd consequentialisme, dat wil zeggen, ja, inderdaad, we houden rekening met de gevolgen, met de context, met alles wat het er speelt, maar daarin willen we bepaalde waarden toch zeker wel echt niet lossen. En dat is een beetje de vraag die jij ook stelde in het begin, Nederlands, van uh, hoe kunnen we, uh, hoe hadden we het beter kunnen doen of hadden we het beter kunnen doen? Je zit met die waarden van die, uh, van die menselijkheid, die willen we toch niet lossen, maar tegelijkertijd is er daar een context die van. Van alles van ons vraagt. Dus we gaan proberen om daar toch een, een menswaardige combinatie te maken. Dat is eigenlijk een verruimd consequentialisme waarbij dat we vertrekken van een inhoudelijk uitgewerkte visie op mens en wereld, hè. Uh, fundamentele ethische waarden die we belangrijk vinden. En ik ga dat, die zijn dan voor ons een gids die en cours de route ons kunnen helpen. Ik ga daar zelfs nog iets meer over vertellen. De centrale vraag hè, is dus eigenlijk. Hoe kunnen we de zorg zo ethisch mogelijk vormgeven? Hoe kunnen we dat zo, zo, zo ethisch mogelijk kiezen? En wat zijn hier onze richtingaanwijzers? Wat is het noorden van ons kompas? Dus we hebben al een klein beetje een aantal eikpuntjes, maar er is nog meer. Een van de, de, de meest vooraanstaande theorieën die heel veel mensen kennen, die ook heel veel hulpverleners in hun ethische lessen krijgen, die alle artsen ongetwijfeld krijgen in hun lessen medische ethiek, dat is de bijbel vandaag van de biomedische ethiek. Dat zijn de principles of biomedical ethics. Er zijn vier principes die ons helpen om op een ethisch gedreven manier in die zorg te staan. Wil je iets goed doen, dan is het volgens de principe-ethiek van belang om vier principes voor ogen te houden. Het eerste principe is dat waarin dat we zeggen. Een van de allerbelangrijkste zaken, en dat is misschien ook wel het ontstaan van de bioethiek geweest, dat is het respect voor de autonomie van personen. Mensen hebben het vermogen, of ze moeten je zoveel mogelijk ondersteunen, om zelf te bepalen hoe dat ze willen leven, hoe dat hun leven vorm krijgt, hoe ze behandeld willen worden. Dat is eigenlijk de start van de bioethiek, die eigenlijk ergens in de jaren zeventig begonnen is, omdat men komaf wilde maken van het klassieke paternalistische zorgmodel, waarin dat de arts of de hulpverleners wel wisten wat het goede was om te doen. Doen en dat wel voor jou, dat is eigenlijk helemaal uh, uit de wereld met dit respect voor de autonomie. Gelukkig maar een ander uh, principe, en dat komt dat is eigenlijk al iets wat dat sinds de Hippocratische eet uh, voor de artsen uh, in in invoegen uh, in is, en dat is zo heel lang geleden. <laughs> uh, dat is het niet schade principe, uh, uh, non notcher, uh, wat we doen. Uh, hoe dat we het ook doen, de interventies van patiënten of bewoners of cliënten, die mogen uiteindelijk niet hun niet schaden. Hè? En de keerzijde daarvan is ook, het is niet minimaal, we mogen niet schaden, maar we moeten toch ook zorgen dat we inzetten op het welzijn van mensen. Dus uiteindelijk moeten we toch handelen om het bestwil van de patiënten, leed voorkomen en wegnemen en het welzijn bevorderen. Dat, is, dat zijn bijvoorbeeld al twee principes die heel erg in het gedrang gekomen zijn in de voorbije tijd. Ook respect voor de autonomie. Mensen die zeiden van ik heb hier niks te kiezen. Dus dat is zeer, zeer, zeer lastig. Rechtvaardigheid, dat wat we doen, moeten we uiteindelijk, dat is het vierde principe, hoe dat we dat organiseren, dat moeten we uiteindelijk allemaal op een rechtvaardige manier doen. Voor mensen die het meeste nood hebben. Mensen die het meeste baat bij hebben ook, zonder aanzien des persoons. Je begint allemaal vrouwen justitie, die geblinddoekt is en dus weegschaal heeft. Zonder aanzien des persoons wil zeggen dat we eigenlijk de zorg inzetten daar waar dat het meeste nodig is. En niet voor de schoonste mensen, voor de liefste mensen, voor de meest geduldige mensen, voor de knapste mensen, voor de rijkste mensen. Dus dat, dat doet er niet toe. Dat is niet rechtvaardig. Maar dat betekent ook. Dat is heel belangrijk dat er een verschil is dat, tussen wat we in de literatuur equity noemen en equality. Een rechtvaardige zorg kan perfect een ongelijke zorg zijn. Het is perfect te rechtvaardigen dat bepaalde mensen die meer zorgnoden hebben of ingewikkelder zorgnoden hebben, ook effectief meer zorg krijgen en dan andere mensen. Dus een strikte gelijkheid voor iedereen kan perfect onrechtvaardig zijn en omgekeerd. Dus ongelijkheid voor iedereen kan eigenlijk perfect rechtvaardig zijn als je het kan rechtvaardigen op basis van de zorgnoden. Dus een rechtvaardige zorg is uiteindelijk ook een zorg die je kan rechtvaardigen. Vier principes hebben we dus al mee in onze rugzak om na te gaan of een bepaalde zorg ethisch goede zorg is. En die ons helpen om die spanningsvelden enigszins in kaart te brengen. Maar dat zijn vier puzzelstukjes en die zijn een beetje momentaan. Interessant is dat er ook een zorgethisch model is. Het ethisch model van John Tronto. En dat model dat is meer procesmatig. Procesmatig in de zin dat... Uiteraard, die zorg dat is geen momentopname. Het is eigenlijk iets wat dat er gebeurt. Hè? Over de tijd heen. En wanneer we op een ethische manier in die zorg willen staan... dan zal John Tronto zeggen dat er zijn vijf dimensies en grondhoudingen zijn... die wij daarin in acht kunnen nemen. En de eerste is dat we aandachtig zijn dat we bezorgd zijn om die ander, om hoe dat het met hem of haar gaat en dat we aandachtig zijn voor zijn of haar welzijn. Hoe gaat het met mijn patiënt? Hoe gaat het met mijn bewoner? Hoe gaat het met mijn cliënt? Maar niet alleen aandachtig zijn, want dat zou ook allemaal weer heel schoon zijn, maar als je daar niks mee doet, dan ja, is dat ook niet echt veel, heeft dat ook niet echt met veel ethiek te maken? Het tweede is dat we die zorg dan ook effectief kunnen opnemen. Dat is dat we onze verantwoordelijkheid kunnen nemen om met die zorgnoden die we zien in onze aandachtige houding daar ook iets mee te kunnen doen. Maar we gaan niet alleen gewoon die zorg opnemen en zorg verlenen. Het is ook van belang dat dat een deskundige zorg is. Dat we niet zomaar een beetje hè, als iemand heel veel pijn heeft en we zijn aandachtig en ik ben bezorgd om u en ik geef u zorg en ik geef u een zakdoek om uw tranen te drogen. Dat is heel lief. Maar daar heb je eigenlijk op dat moment toch niet zo heel veel aan wanneer dat je deskundige zorg nodig hebt. Dus er moet ook wel iets gebeuren. Hè. En dan kiezen we voor een bepaalde handeling hè. en dan, krijgen, dan ontvangt, hè, dus dan, dan, dan doen we iets. En dan is het heel belangrijk om na te gaan. En dat heet dan de responsiviteit. Van dat wat we gedaan hebben, heeft dat ook geholpen. Is de persoon zelf daarmee in kwestie ook gebaat? Of moeten we dat aanpassen? Dat zijn die vier dimensies. En heel belangrijk, de vijfde dimensie, die er sinds 2013 bij gekomen is, is dat Tonto zegt: maar dat is wel iets wat je als hulpverlener niet alleen kan doen. Dat is iets wat je samen doet. Dus het zorgen met. En dat vraagt een context van pluraliteit, samen nadenken, samen denken. Dus dat was ook die vraag van Erik daarnet. Hè. Je kan dat niet alleen doen. Je hebt goede communicatie nodig. Er is onderling vertrouwen nodig waar dat je aan moet werken. Onderling respect en een grote solidariteit. We hebben dat ook heel sterk gezien in de corona-context. Hè. De solidariteit was zeer belangrijk om überhaupt uh, voor te kunnen gaan. Dan. We hebben die vier principes: hè? Uh, autonomie, niet schaden, weldoen, rechtvaardigheid. We hebben die vijf dimensies van de zorgethiek. En u heeft mij regelmatig horen zeggen: We gaan nagaan hoe het met hem of haar gaat. Hè? Uh, is ethisch goede zorg, is zorg hoe het met hem of haar gaat. En dan zou ik kunnen zeggen: Wat wil dat in ethische zin zeggen? Um, en dan helpt het personalisme van Paul Schotsmonds ons. Uh, uh, Paul Gosmans die, 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 die heeft uh, uiteindelijk op een of andere manier, hè, op, gebaseerd op uh, de Franse filosofie, uh, de vertaling kunnen maken dat het gaat in ethisch goede zorg over uh, een eerbiedige houding voor de ander, hè, voor de persoon die een zorgnood heeft. Maar die zorgnood. Om daar aandachtig voor te kunnen zijn, dat kan betekenen: ofwel is dat een fysieke zorgnood, ofwel is dat een geestelijke zorgnood. Ofwel is dat een, een, een emotionele zorgnood. Of relationeel. Nu bij de coronacontext was dat heel relationeel. Hè? Mensen die hun familie niet konden nabij zijn, dat was een heel, heel, heel lastig gegeven. Hè? Of sociaal bijvoorbeeld. Op welke manier kan ik na bijvoorbeeld een zwaar ongeval en een revalidatie terug mijn job opnemen, met ondersteuning van bijvoorbeeld een prothese of dit of dat. Hè? Mijn Rol. Spiritueel kan ik ook enorm in de knoop zitten. Spiritueel, existentieel, wanneer dat ik het niet langer zie zitten, wanneer de zinloosheid van het bestaan mij overvalt. Uh, of ook cultureel. Hè. Culturele diversiteit in de zorg zijn ook heel veel zaken die ons uitdagen op het vlak van ethiek in de zorg. Dus hoe gaat het met iemand? Dan is dat heel goed, want wij zijn allemaal kruispunten van die dimensies. Op de ene dag gaat het fysiek beter met ons dan op de andere dag. Smorgens ben ik psychisch iets minder in staat tot van alles dan in de namiddag. En sommige mensen hebben dat omgekeerd. Relationeel heb je misschien ook een aantal krachtvelden en een aantal kwetsbaarheden. Dus op die manier kunnen we allemaal wel zeggen: als je nadenkt van hoe gaat het met mij, dat je kijkt volgens die verschillende dimensies. En in die zorg is dat de opdracht. Maar daarin, en dat is heel belangrijk, dat die ethiek van die zorg, en dat zegt Paul Schotsmans ook, die is onvoorwaardelijk bevestigd. Het is onvoorwaardelijk uh, verbonden aan de waardigheid van iemand. Dus hoe miniem, hoe uh, fragiel, hoe weinig of gekwetst die, 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 die menselijke vermogens ook kunnen zijn. Denk aan mensen die extreem, extreem fragiel zijn, extreem kwetsbaar, extreem verzonken. Zij verliezen nooit hun menselijke waardigheid. En dat is eigenlijk de uitdaging van hoe ga je om met de meest kwetsbare personen. Als je dat, dat is eigenlijk onze graadmeter, de meest kwetsbare. Dus die waardigheid, die bevestiging moet daar altijd blijven. En dat doen we dan hè, op een integrale, dynamische, relationele manier. Hè, waarbij dat je die drie cirkels hebt. De unieke persoon, relationeel en in de bredere samenleving. Dus dat helpt ons alweer een beetje verder hè, op weg naar hoe kunnen we daar naar kijken. Wat heb ik nog geleerd van mijn collega's Chris Casmans en Linus van Laren? U ziet daar rechts de covers van hun boeken. Die zijn ook bijzonder interessant om te lezen. Zij combineren in hun theorie de zorgethiek met het personalisme. En zij zullen zeggen: van ja, wanneer zijn wij dan goed bezig? We hebben. Die principe-ethiek, we hebben de zorgethische uh, dimensies, we hebben de personalistische meerdimensionaliteit van de persoon. Wanneer zijn we dan goed bezig? Hè? Dan zullen ze zeggen: Het criterium voor ethisch verantwoord handelen is wanneer dat, dat bevorderlijk is voor de mens in zijn geheel, in al die dimensies en relaties. Wanneer dat ik inderdaad niet alleen. Fysiek, ...in die fysieke zorg goed voor de mensen kan zorgen... ...maar ook breder, holistisch, biopsychosociaal naar hen kan kijken... ...en ook naar die andere noden. Dus wanneer dat het bevorderlijk is voor de persoon in zijn geheel. Dus die centrale vraag, de centrale ethische vraag die zij zullen stellen is... ...bevorderen onze keuzes, denk aan ethiek... ...dat is keuzes maken in de context van ons handelen... ...bevorderen onze keuzes ook die menselijke waardigheid. En opnieuw daar... En dat was ook een van de vragen van Erik, is de vraag van ja, dat is wel, moet dat dan allemaal ideaal zijn? Hè? Want de, de ideale wereld, hè, is dat is het, het meest menselijk wenselijke? Uh, ja, dat, dat, is dat wat dan, zijn we dan pas ethisch hè, wanneer dat we dat halen? Hè? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat uh, de vraag, hè, bevorderen de, onze keuzes de menselijke waardigheid? Dat is wel echt een permanente zoektocht naar het meest menselijk haalbare in een bepaalde context, zonder natuurlijk die wenselijke kaart te verliezen, uit het oog te verliezen. En daarvoor verwijst men in de theorie ook wel heel vaak naar de Franse filosoof Paul Ricoeur, bijzonder interessant om te lezen, hij zegt ook le meilleur humain possible en le meilleur humain désirable. Dus dat zijn de zaken waarbij we altijd ook weer in dat spanningsveld zitten tussen wat we graag willen doen en wat we kunnen doen. Hierin is essentieel, en dat vind ik bijzonder interessant, dat het gaat over de zorgrelatie. Ik had er straks al gezegd, als je naar hulpverleners luistert, eigenlijk de kern van de zorg is, kan ik in die zorg staan? Maar in die zorg kunnen staan, in die zorgafhankelijkheid kunnen staan, stel je je ook de vraag, wat is een goed menselijk leven? Wat is een goed menselijk leven in deze, in deze concrete situatie? En een van de woonzorgcentra, die ik een tijdje begeleid heb, hebben een bijzonder knap kompas. Voor alle hulpverleners. En zij stellen zich gewoon de vraag van, is die zorg die wij hier nu bieden, die wij organiseren, is dat eigenlijk een zorg waarbij dat we kunnen zeggen, heeft deze bewoner vandaag een goede dag gehad? En wat kan ik daarvoor doen? Of wat moet ik daar niet voor doen? Eigenlijk is dat hè, de vraag van, wat is een goed menselijk leven? Wat is, dan is ook de vraag, wat is een betekenisvol leven? Hoe kan iemand echt mens zijn? Wat kan die doen? Wie kan ik zijn? En hierin vind ik een van de dingen die ik altijd zeg aan mijn studenten, dat mogen nooit van je leven vergeten, zeer belangrijk, van mijn eigen uh, filosofische mentor Anton van der Velde, dat is de logica van de gift. De logica van de gift is eigenlijk de logica die ons helpt te verstaan wat is een betekenisvol leven is. En een betekenisvol leven, zegt Toon van der Velde, kan je maar leiden wanneer dat we allemaal in staat zijn tot geven, ontvangen en teruggeven. Ook wanneer dat wij heel fragiel zijn, ook wanneer dat wij heel kwetsbaar zijn, ook wanneer dat we heel oud zijn. En ik denk mensen in de oudere zorg bijvoorbeeld, ja, Laurence, ik zie je wel Kwik, die kennen dat heel goed, ja. Je ziet dat heel goed bijvoorbeeld daar waar dat, uh, mensen uh, de, de, de koekjes of de suikertjes bij de, bij de koffie in een lade leggen voor de kleinkinderen eh, die op bezoek komen. Die kleinkinderen hebben absoluut koekjes en suikertjes genoeg. Dat is het niet, maar het is iets wat men kan geven. Hè. En dan komt er op bezoek en men vertelt een verhaal. Zelf uh, heb ik de logica van de gift altijd zeer sterk ervaren uh, ja, in mijn studententijd. Uh, uh, ja, ik ben een Limburgse, ik kom uit het hoge noorden van Limburg. En Limburgers... Ja, ja, dat is fly. Hè. En uh, op zondag, voordat ik terug naar Leuven ging, was het altijd uh, de, de traditie, de gewoonte om nog eventjes uh, langs te gaan bij opa. Mijn grootmoeder was er niet meer, die was al overleden, maar bij opa nog even langs gaan. En dan zei hij: Hier, 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 uh, je moet een stuk fly eten. Maar we hadden eigenlijk al onze zondag nu, al veel gegeten en eigenlijk helemaal geen plaats meer voor fly. Maar dan, ik moest en zou een stuk fly eten. Goed, je doet dat dan. En voor de Limburgers onder ons, die weten: een stuk fly is niet zo'n klein stukje, maar een groot stuk. En dan had je dat op. Toen moest ik nog een stuk vliegen eten. En dan zei opa. Ja, je moet nog een stuk fly eten, want één is geen. Hè. Ja, maar, nee, maar opa, ik moet op mijn lijn letten... En ja, dat doe je morgen maar. Hè. Weet je wat, er is nog fly over. Pak dat maar mee naar Leuven. Hè. Dat is dat element van geven. Had hij mij naar Leuven kunnen voeren, hij had het gedaan. Maar dat kon hij niet meer. Dus het is het element van geven. Maar ondertussen waren wij aan babbelen, was ik aan het luisteren, kreeg ik wijs raad mee en omgekeerd. Dat is dat element van geven, ontvangen en kunnen teruggeven in alle dimensies van het bestaan. Dus wat is een betekenisvol leven? Het is eigenlijk dat. En het is ook dat wat we gezien. ...hebben dat heel erg verschaald geraakt in de coronatijd. Dus daar waar dat de menselijke contacten zo onder druk kwamen te staan, kwam ook dat. En, dus, en dan hebben we hebben ook wel gezien dat er heel veel creatieve voorbeelden zijn ontstaan... ...van hoe kunnen we dat toch zeker zo goed mogelijk onderhouden. Hierbij verwijs ik ook altijd heel graag naar de quote van Annelies van Heijst... Straks was de vraag van Erik ook al: hè, van hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze kwaliteit van onze zorg niet eh, ondergesneeuwd geraakt? Annelies van Heijs is een Nederlandse zorgethica die altijd een hele mooie anekdote geeft. Hè. Zij, bezorg, zij bezoekt, ofwel is haar vader of haar of grootvader in de kliniek. Uh, hij is daar twee of drie weken geweest ten gevolge van een ingreep. Um, en ze bezoekt hem en ze vraagt aan hem: hoe is het? Hè? Hoe gaat het met u? En hij zegt: goed, 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 goed. goed. Ik, uh, ik, genees, hè. Dat, 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 ik word hier heel goed verzorgd. Um, en ik denk dat ik hier ook heel, ja, dat ik alles heb wat ik nodig heb. Maar hij zegt: ik moet wel zeggen, kind, uh, ze zijn hier wel de hele dag met u in de weer, maar geen mens kijkt naar jou. Dus er moet van alles van alles van alles gebeuren, maar eigenlijk ziet niemand u echt staan. Je bent gewoon een letterlijk leidend waar dat van alles mee gebeurt. En Annelies zegt, ja eigenlijk is dat toch, dan vergeten we toch een essentiële dimensie hè, van het bestaan. En dan een van de boeken waarvan ik echt zeg, die moet je bestellen voor Sinterklaas, dat is het respectboek voor de zorg. Dat is daar waarin dat drie GGZ-verpleegkundigen vanuit hun eigen jarenlange ervaring beschrijven dat het eigenlijk toch... In relatie kunnen treden, contact kunnen maken met elkaar, verbinding kunnen omkijken naar de ander. Dat is toch waar het in de zorg echt om gaat. Ik wil hier heel graag, en ja, ik heb het al gezegd, die pluisjes komen langs alle kanten, Deze, ja, dit stukje uit de film die Hours meegeven. Want kunnen omkijken naar de ander, daar echt mee bezig zijn... Dat lijkt heel romantisch en heel lief en heel sympathiek, maar dat is verschrikkelijk moeilijk. Hè? Zeker wanneer dat je iets tegenkomt waarin dat je zegt: Ik denk niet dat dat een goede uitkomst gaat zijn. En daarom kijk ik regelmatig naar Die Hours. En dat is een film, dus om de twee jaar kijk ik daar nog eens naar. En voor de mensen die het gezien hebben, die herinneren zich ongetwijfeld de bronszenen. Maar dat Virginia Woolf, de Britse schrijfster, die uiteindelijk die leed aan psychose, aan wanen. En die heeft uiteindelijk ook uh, zelfmoord gepleegd na een paar pogingen. Zij is uiteindelijk, uh, zij is met haar man uh, uit Londen weggegaan, omdat het leven in Londen veel te druk was en haar wanen eigenlijk stimuleerde. Zijn ze in Richmond gaan wonen, in het prachtige Britse platteland. Heel schoon, maar echt heel schoon. Ook mooi in beeld gebracht. Maar zij heeft... Ze, ze wil het niet weten. Ze gaat er dood. Ze zegt, het is voor mij veel te slaperig. Dus wat doet ze op een gegeven moment? Ze pakt haar jas. Ze rent naar buiten. Ze gaat aan het station staan. En daar staat ze op het perron. Je ziet het linksboven. Ze wil de trein naar Londen nemen. Haar man heeft het net op het tijd door. Hij rent haar heel bezorgd achterna. En dit is eigenlijk de, de, ja, de, de, mooie, de mooie scène die ze dan afspeelt. Want hij zegt tegen haar... Dit zet gij niet, hè, die spreekt. Dit zijn de stemmen in uw hoofd. Uh, dit is niet uw stem. Hè. En dan zegt Virginia, jawel, dat is het wel. Dit is mijn stem. Ze is van mij. En dan zegt hij, ja maar Virginia, als je helder aan het nadenken was, dan zou je toch weten dat Londen u zo ziek gemaakt heeft. We zijn toch naar Richmond verhuisd om u rust te geven. En dan zegt je, als ik helder aan het nadenken was. Deze quote kan ik alleen maar een ding als zeggen, want die is veel te mooi. If I were thinking clearly. Pff. If I were thinking clearly, Leonard, I would tell you that I am wrestling alone in the dark. In the deep, deep dark. And that only I can know, only I can understand my own condition. You live with the threat, you tell me, with the threat of my extinction. Leonard, I live with it too. The threat of my extinction is eigenlijk inderdaad ja, de vrees dat ze opnieuw een zelfmoordporing zal ondergaan. But this is my right. It is the right of every human being. I choose not the suffocating anesthetic of the suburbs, but the violent jolt of the capital. That is my choice. And then says, the meanest patient, yet even the very lowest, is the most fragile patient, is allowed some say in the matter of her own prescription. This is crucial. That way she defines her humanity. Net daarin ligt haar menselijkheid, haar menswaardigheid. Dat we zelfs voor de meest fragile persoon nagaan wat hij of zij wil. Maar dat is echt heel complex. En dat verwijst ook naar hè, die paradoxaliteiten die zich spelen in het begin van ons. Dus ethiek is zeker geen romantiek. Het is ook allesbehalve sympathiek. Het is wel heel erg moeilijk. Dat wilde ik hiermee eventjes aanduiden. Virginia, uh, eventjes terug uh, op adem komen, uh, Yvonne, uh, maar niet voor lang. Um, ik, heb, uh, ik heb een nieuwe vraag voor jou. Um, daarnet omschreef je uh, ethiek, uh, bijvoorbeeld als uh, het proberen om het goede te doen, om mm -hmm. het goede na te streven, uh, in je handelen, uh, in de context met mensen rondom jou. Um, als ik dan denk aan hulpverleners, zorgverleners, uh, zijn vaak mensen die bij uitstek vanuit een passie uh, ja. willen zorg dragen voor mensen, uh, het goede willen doen, op weg willen gaan met mensen antwoorden proberen te zoeken, he, voor zorgvragen waar ze mee geconfronteerd uh, worden. En dan kan ik me voorstellen dat ze in die relatie uh, met de uh, uh, persoon die die zorg vraagt, die, die hulp vraagt, dat ze er niet altijd uh, in zullen slagen uh, om het goede te doen. Uh, dat moet toch een geweldige worsteling dan zijn, op mm -hmm. dat moment. Ja, ja. Ja, dat is. Dat is um wat men dan noemt morele stress. Ja, dat is een hele lastige. Dus we hebben allerlei soorten stress. Het schijnt dat er verschrikkelijk veel stress bestaat. En ik heb de laatste, de nieuwste die ik gehoord had was van mijn collega Gorik op het Zorgnet. dat we binnenkort allemaal cadeautjes stress gaan hebben, omdat we cadeautjes moeten gaan kopen voor, voor, voor iedereen. Maar morele stress is een, een, inderdaad een hele, een hele moeilijke, in die zin dat. Enfin, ik, ik zie het enerzijds als een. een, een een, een kritisch punt, een archij, een begin en een beginsel, uh, maar tegelijkertijd ook als een geschenk. Uh, en als kritisch punt is morele stress. Morele stress is dat ervaar je wanneer dat je als hulpverlener zit in een situatie van ik weet wel wat goede zorg hier zou zijn, maar ik geraak daar niet door de context of door moeilijkheden of door... door, door Um, situatie die mij gewoon niet daartoe brengt tot die goede uh, context. Dat is, dat is echt de kern van wat we nu de voorbije maanden ook beleefd hebben. Hè? Dus dat, dat hulpverleners echt zeggen van ja, dit is niet goed, maar ik kan niet anders. Dus ik loop daar tegenop. Uh, tegelijkertijd is het een geschenk, het is een cadeau. Um, in de zin dat het is een beetje de kanarie in de koolmijn. Hè? Morele stress, wanneer dat die hulpverleners uh, naar u toe komen en zeggen, Laurence, dit, hier lopen we tegenop, hè? dit gaat niet. Dan is dat een moeilijkheid, maar door het feit dat zij dat zeggen en dat op tafel leggen, zijn zij een kanarie in de koolmijn. Want ze zeggen hier moeten we toch iets aan doen. En we moeten hier proberen om in deze moeilijke situatie, en dat hebben we ook gezien in de coronacontext, hier toch iets creatiefs, dat we toch die waarde die onder druk komt te staan, namelijk die kwaliteit van leven van mensen, dat we die toch zo goed mogelijk proberen te hè, blijven ondersteunen. Dus in die zin is het een. Kanarie in de koolmijn of een luis in de pels. En dat zijn de luisjes die we willen houden. Hè. Dat zijn uh, die dingen die, waar dat we toch op blijvend willen inzetten. Dus ik denk... Uh, en mijn zus die kon dat heel schoon zeggen. Die zei van ja, maar natuurlijk, die kanarie, dat is ik weet niet hoe belangrijk. Want als die niet meer fluit, heb je nog een veel groter probleem. Hè. En dus daarmee, gaf zij terecht aan. Want ze vroeg, waar zit je mee bezig? Ik zeg, ja, met morele stress en zo. En een kanarie en Het was weer heel erg leuk. En dus, ik denk dat zij de nagel op de kop sloeg toen. Omdat ze dan zei van ja... Eigenlijk het feit dat je in jouw organisatie, in jouw team, in jouw groep mensen hebt die inderdaad zeggen: van dit te kloppen op, de, op, op tafel en zeggen dit is niet goed, wil zeggen dat je betrokken mensen hebt. Die zijn niet uitgeblust, die zijn niet cynisch, die zijn niet van dit is niet, dit is niet de norm maar we kunnen er toch niks aan doen. Dus in die zin is die morele stress dat is een hele lastige. Maar die is eigenlijk goed. Ik denk vanaf het moment dat men zou zeggen in een team of in een organisatie bij ons is er geen morele stress, dan ben ik heel erg op mijn hoede. Want dat klopt niet. Ik kan het me voorstellen. Dus het is eigenlijk ook een, een oproep, een uitnodiging aan hulpverleners en zorgverleners om, om echt absoluut te blijven spreken over wat hen bekommert. Uh, ja, in, absoluut. In, in die bronnen van zorg, zorg zijn echt mega ja, belangrijk. Ja. Voilà, goed, uh, dan gaan we eens uh, luisteren. Uh, ik zie dat Isabel toegekomen is en uh, misschien heeft Isabel een vraag vanuit de chat. Zeker en vast, er zijn heel wat vragen binnengekomen. En voor ik met de vragen ga beginnen, en ik weet dat we ons wel een beetje aan de tijd moeten houden, maar er is een heel mooi getuigenis binnengekomen mm -hmm. van eigenlijk een voorbeeld van de gist in de cake. En ik wou dat toch wel even delen ja, met jullie. Ja, ja. Het gaat over iemand uh, die coördinator is in de thuisloze zorg in Brussel. En hij zegt het volgende. Wat ik zo mooi vond tijdens de lockdown is het feit dat teams zelf aan de slag zijn gegaan met ethische vragen. Vanuit wat de behoeften waren van cliënten, dit afgewogen tegenover de veiligheidsmaatregelen. Ze hebben eigenlijk zelf hierop antwoorden geformuleerd, al zoekend, reflecterend, dikwijls met ethische vragen. Een schoolvoorbeeld van die gist in de keek. Mm. Hij vond dat uiteindelijk ook veel duurzamer op de lange termijn en een heel mooie ervaring. Dus dat wil ik even meegeven. Dus bedankt voor die getuigenis. Jullie hadden het daarnet over morele stress. Uh, bij zorgverleners, maar ook bij ja, iedereen, elk van ons. En een dergelijke vraag rond morele stress is binnengekomen. Stel een bejaarde persoon op straat. Is, heeft hulp nodig. Uh, bijvoorbeeld, hij of zij is gevallen of hij heeft een heel zware bo boodschappentas vast. Wat ga je dan doen in deze tijden? Hè? Want je mag die eigenlijk niet gaan helpen, want dan verbreek je de bubbel. Maar wat doe je dan? Mm -hmm. Ga je die helpen of ga je zeggen: Kijk, ik zou wel willen, maar ik kan het nu niet? Mm -hmm. En uh, ik denk een vraag waar veel mensen zich momenteel mm -hmm. in deze tijden mee bezighouden. Wat, wat zou voor jou een handvat zijn om mm -hmm. daar een keuze in te maken in dat toch wel dilemma? Mm -hmm. ja. ja, dat is absoluut zo. Heel, heel toevallig was ik uh, in juni aan het wandelen met, uh, met een, een vriendin. Zij is ook uh, hulpverlener hier in en we waren, aan het mannen. we waren in de buurt van Lindebos. Bos. En vlak voor ons uh, uh, struikelde een jong manneke uh, met zijn fiets. Uh, en die viel. En we hadden onmiddellijk spontaan de reflectie: ah, willen die hulp ah, Nee, dat mag niet. <laughs> en dan waren we daar een beetje over aan het verder babbelen. En daarin ja, denk ik ook, nu dat jongetje stond terug recht en er was iemand in de buurt en zo, dus je kijkt ook onmiddellijk hè, van wat, wat, wat kan er hier gebeuren. Ik denk dat um, onverschilligheid zou het ergste zijn. Onverschilligheid omwille van het virus dat we niet mogen benoemen. Dat zou het ergste zijn. Dus ik denk dat in dit verband er wel evengoed heel erg veel mogelijk is. Uh, dat je op een veilige manier iemand wel kan helpen daar. Uh, al is het maar door uh, inderdaad de nodige instanties te bellen. Door te zien dat als je die aanraakt, dat je dat inderdaad op een veilige manier doet. Dat, dat weten we ondertussen weten we wel hoe. Dus ik denk daar. En als je kijkt nu naar die principes van niet schaden, hè, ik denk als we niets doen, dan zijn we zwaar aan schade. En we kunnen altijd wel iets doen om ervoor te zorgen dat dat hier zo weinig mogelijk schadelijk is voor die persoon. Dus dat is denk ik mijn eerste reflex. En daarin ook is er eigenlijk ook uh, in uw hulpverlening zelfs als burger heel wat meer mogelijk dan dat we zouden zeggen. Ah, I wash my hands of it en uh, 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 ik, ik mag jou niet helpen. Dus uh, ik ga vooruit. Uh, nee, dat denk ik dat, uh, dat dat het ergste zou zijn. Inderdaad. Um nog één bijkomende vraag, verzuchting, iets heel belangrijk, heel actueel ook. Um, iemand die vraagt hoe kan je het DNA van het goede doen van die heel, vele heel geëngageerde zorgverleners in woonzorgcentra, hoe ga je die plaatsen ten opzichte van die berichtgeving momenteel in de media van de woonzorgcentra doen het niet goed? van mm -hmm. mensen die maar van alles zitten te zeggen, hoe ga je, hoe ga je daarmee om? Ja. Hoe ga je de motivatie van die heel geëngageerde zorgverleners, die vaak in toch wel moeilijke omstandigheden moeten werken en het beste van zichzelf geven, hoe ga je om met het feit dat die afgeschilderd worden of dat woonzorgcentra in het algemeen mm -hmm. in de media afgeschilderd worden als plaatsen waar het toch niet zo goed gaat ja, momenteel? Ja ja ja. Ja. Ja, 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 dat is... Um Laat me zeggen dat ik daar persoonlijk, maar ook met alle collega's, zeker ook de collega's op Zorgnet, dat we daar echt heel erg boos om kunnen worden. Dat, dat is echt de journalistieke, journalistieke sensatiezucht, die eigenlijk van tijd tot tijd toch echt wel niet, uh, niet oké okay is. Wat we daar doen, is, of alleszins wat we op organisatieniveau op Zorgnet vooral daar doen, is de kracht van goede voorbeelden. Dat is heel belangrijk. Dus uh, dit is. Die zaken die... Um die negatieve energie vragen, die inderdaad heel ontmoedigend zijn, die precies da door dat soort zaken, ik denk dat je dan als organisatie, als team, als teambegeleider bijvoorbeeld, echt mensen mee moet krijgen naar, maar dit zijn alle goede dingen die we doen. En het, het stomme is dat op een of andere, ongetwijfeld zullen psychologen daar een verklaring voor hebben, dan negatieve dingen veel vaker blijven hangen dan positieve dingen. Hè. Dus mijn dag kan nog zo goed geweest zijn als, is, maar als ik gebruskeerd word op de fiets, dan, dan, dan kom ik. Ik kan patent thuis. Hè? We hebben dat allemaal wel. Hè? Um, en op dezelfde manier zijn dat soort zaken heel erg ontmoedigend en ik kan daar echt heel boos om worden en dat is echt niet oké. Okay. Gelukkig zijn er ook journalisten die dat uh, op een andere manier aanpakken. Dus daar geloof ik echt wel in, 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 in de kracht van uh, goede voorbeelden, van schoonheid, van de kleine goedheid, van. Uh, van, van, van um, Dingen in uw organisatie, in uw team, die schone dingen ook vieren. Dus dan is het inderdaad van: kijk, we gaan ons niet te veel aantrekken van dat wat dat men allemaal over ons zegt. Wij gaan hier wel bezig met onze mensen, met onze teams, met onze bewoners. En wij zorgen hiervoor veel zuurstof en veel zuurstofcreerende activiteiten. En die zijn, die zijn er zeker. Er is bijvoorbeeld een, 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 een bijzonder knappe organisatie die heet Ilfaro. Uh, die is hier in, in, in Leuvige Huisvest. En zij werken rond uh, veerkracht. Hè? Verhoogde veerkracht in je team en in je organisatie, bij jezelf ook. En zij hebben hele concrete voorbeelden van hoe dat je dat in een team kan doen. En dat is, het is soms heel eenvoudig. Maar dat is echt kiezen voor oplossingen, kiezen voor het positieve. En echt gewoon zeggen van, kijk, dat wil ik echt niet horen of niet weten. Want het is gewoon alleen sensatiezucht. Oké, okay, Yvonne, bedankt voor de mooie antwoorden. Hierbij nog even een oproep aan de kijker: uh, vuur massaal vragen af. Wij stellen ze met heel veel plezier. Ja. Bedankt. Dankjewel, Isabel. Uh, we laten intussen Yvonne nog even <laughs> van glas water drinken, want ze is nog niet uitgepraat, denk ik, mm -hmm. Yvonne. Nee, we gaan nog een stukje verder. Hè? Uh, ik ga opnieuw zo een beetje kijken bij u. Hè? Uh, wat, ja, nu hebben we het gehad over hè, spanningsvelden, we hebben het gehad over ethiek. Uh, en nu we hebben we ook al gemerkt van, dat dat hier toch wel serieus onder druk komt. Dus de uitdaging is inderdaad die druk op de ketel van de zorg. En hoe gaan we daarmee om? Als we nadenken over druk, de, ook de, weer opnieuw daar de meest essentiële manier om daar naar te kijken, is dat je ziet dat dat eigenlijk au fond gaat over een gebrek aan evenwicht. Hè. Wanneer dat we onder druk staan, dan zijn we ergens op een of andere manier uit balans. Uh, uit balans in de zin van dat we niet zo goed weten waar ons evenwicht is tussen wat we willen en wat we kunnen, tussen wat we verwachten of wat we kunnen realiseren, uh, ofwel tussen wat ons lichaam uh, kan of wat onze geest wil, uh, of omgekeerd, tussen nu en straks. Uh, dus we zijn Ergens op een of andere manier uitbalans wanneer we druk ervaren. Interessant is, en dat, is dan de, dat kennen we vanuit de psychologie, hè, er zijn, hoe gaan wij om met druk, hoe gaan wij om met stress. Dan zijn er verschillende mogelijkheden hè, en we zien daar modellen van stress en stressrespons. Uh, bijvoorbeeld, er gebeurt iets, hè, een situatie die Stress veroorzaakt, een situatie of een gebeurtenis. Dan reageren we daar op een bepaalde manier op met verhoogde spanning. En waar zie je dat dan? Fysiek, onze spieren, onze bloeddruk, we zijn aandachtiger. Onze gedachten ook. Oh, het gaat hier allemaal sneller, we moeten niets doen. Onze gevoelens bijvoorbeeld misschien. Oh, we schrikken eventueel. Of we worden heel moedig, of we rennen weg, of we worden heldhaftig. We doen niets. En in die respons op die stress hebben we ook een bepaald gedrag, een bepaalde reactie. Ik was een beetje te vroeg. Ofwel rennen we weg, ofwel doen we iets, ofwel gaan we zitten en gillen, ofwel doen we het verkeerd. Maar dan we doen iets. Hè. En het gevolg van onze reactie is dan een, 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 het reageren, het effectief, hè. of op lange termijn de koping. Dus, want dat is nu stress, de stressvolle situatie is voorbij. Poeh, wat was dat? Hè? Uh, op korte termijn of op lange termijn. En dat kan dan ook een gezonde koping zijn. We babbelen er eens over, we, 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 we lopen het van ons af. Uh, uh, we doen het op een, op een uh, verstandige manier. Of eventueel een inadequate koping. We drinken een fles whisky leeg of we vliegen in de drugs of zoiets. Uh, dat zijn zaken die dan iets minder uh, zinvol zijn. Maar het gebeurt. Het zijn allemaal situaties van stressvolle reacties. Nu, wat is morele stress? En daar hadden we het net al over. Hè? Dat is een andere vorm van stress, namelijk dat is die stress die mensen ervaren wanneer ze zeggen ik wil goede zorg verlenen, maar het lukt mij niet. Hè? Dan hebben we gevoelens van onmacht in de zorg. En daar dat blauwe uh, figuurtje, waarin dat ik verwees naar Dirkse Kastelier en zij en dat is ook iets wat ik ook altijd tegen mijn studenten zeg, wat ik, wat ik wil dat je voor de rest van je leven onthoudt, dat is dat de kern van ethisch goede hulpverlening is wanneer dat je als een skilled companion in die zorg kan staan. Iemand met skills, iemand met deskundigheid, professionele mensen, maar ook een tochtgenoot. Een companion, een compaan die in die zorgrelatie uh, uiteindelijk aandachtig is, daar het goede probeert te doen, met u meewandelt in uw bekommernissen, in uw angsten, in uw vragen. Dat is heel belangrijk, want wanneer dat ik zorgafhankelijk ben, wanneer dat ik ergens met al mijn vragen en bekommernissen naar het ziekenhuis moet of naar het woonzorgcentrum moet of mijn kind is ziek, ik moet naar de huisarts, dan leg ik mijn kwetsbaarheid niet zomaar in de handen van eender wie dan leg ik die in de handen van professionele mensen. Maar niet alleen van professionele mensen die eventjes al, uh, op het moment daar zelf wel willen bepalen van, ja, wat, wat voor behandeling dat ik nodig heb, maar ook mensen die met mij op tocht gaan, die met mij op pad gaan. Want heel vaak is die zorg ook een zoeken en een knoeien en een ploeteren en het is niet altijd onmiddellijk even duidelijk wat dat iemand uh, nodig heeft. Dus dat moet ook een compaan kunnen zijn, het skilled companionship. In morele stress, het ervaren van morele stress, merken we heel vaak dat hulpverleners bijvoorbeeld zeggen. Ik kan wel een deskundige persoon zijn, ik kan hier wel alles doen wat er moet gebeuren op deskundig vlak, maar mijn tochtgenootschap schiet erbij in. Of omgekeerd. Ik kan wel een tochtgenoot zijn, maar ik word hier nu ingezet op een domein waar ik eigenlijk te weinig deskundigheid heb. En dat was ook in de coronatijd een hele belangrijke bron voor morele stress. Daar waar dat je namelijk uh, het inzet had van hulpverleners in andere diensten, hè, namelijk de meer kritieke diensten, dat ik daarvan nam van hulpverleners. Ik, ik wil dat heel graag doen, maar eigenlijk ben ik daar. Ik heb het gevoel dat ik iets aan het doen ben hier wat ik eigenlijk, waar ik eigenlijk onvoldoende voor opgeleid ben. Ook dat is morele stress. Zeker in de ziekenhuiscontext heeft het dat gespeeld. Dus. Morele stress is, ik wil het goede doen, maar ik weet niet zo goed hoe. En waar komt dat dan vandaan, die druk op de ketel? Nu, dat komt ook weer opnieuw, en dat zijn die verschillende cirkels van zorg. Die microcirkel, die mesocirkel en die macrocirkel. Waar komt die druk vandaan? Dat heeft intern voor een stukje te maken met wie de hulpverlener zelf is. Persoonsgebonden kenmerken. Hè? Dus met ethiek en zorg, met karakter en het leven zelf. Een aantal vragen die helpen ons op pad. Bijvoorbeeld, hoe ga je zelf als hulpverlener om met ethiek en waarden, met ethische uitdagingen? Hè? Wat is voor jou het goede om te doen? Hoe sta jij in die zorg? Wat zijn voor jou superbelangrijke waarden om te realiseren? En wanneer komt dat onder druk te staan? En wanneer het onder druk komt te staan, hoe ga je daar? Dan mee om met jouw rol in de zorg? Wat is uw visie? Hè? Wat geeft uw bezieling? Waar haalt je uw bevlogenheid? Dat is een beetje die vraag. Waar, waar doe je het voor? Hè? Wat is precies, en dat is een beetje wat jij ook zei nog eens, eigenlijk is het een uitnodiging aan iedereen om daarbij stil te staan en om dat ook uit te spreken wanneer dat je merkt van dit zit niet goed hè? Uh, Dit is toch een soort van zorg die niet is wat dat wij ethisch gezien willen realiseren. Ook heeft het te maken. Met wie dat je als persoon bent, want een hulpverlener is niet alleen een professionele persoon, dat is ook een mens. Dus het zelfbeeld, uw zelfvertrouwen, uw mate van assertiviteit, uw stressweerbaarheid, uw perfectionisme bijvoorbeeld, of uw nood aan bevestiging of uw copingstijl, Daarin zijn we allemaal verschillend. En dat bepaalt ook hoe stressbestendig je bent of hoe je kan omgaan met die morele stress. Als je bijvoorbeeld heel veel morele stress ervaart, maar je assertiviteit staat op een lager niveau, dan zou je minder geneigd zijn misschien om als een kanarie te fluiten. Wanneer dat je zelf bijvoorbeeld morele stress ervaart, maar je zelfbeeld en je zelfvertrouwen zijn iets minder, dan zal je minder geneigd zijn om op tafel te staan en zeggen van hela, dit is niet goed. Maar daar moeten we rekening mee houden. Zeker ook bijvoorbeeld voor leidinggevende in teams, dat ze heel goed weten van waar zit die diversiteit van de mensen? Wie, wie heb ik hier in mijn team? Wie is degene die het eerste spreekt en wie zal een beetje langer wachten? Of bij wie moet ik het eventjes gewoon tussendoor vragen? Die zal het minder gemakkelijk in je op doen. Ook heeft het te maken, en dat is heel belangrijk, dat mogen we niet vergeten, met de concrete levenssituatie van mensen. De verschillende rollen die we opnemen, de work-life balance. Daarin zijn we ook allemaal anders, ook alle hulpverleners. En je ziet daar ook in teams: zijn sommige mensen met kleine kindjes of met een zorgbehoevende ouder of single balance. Iedereen heeft ergens een eigen work-life balance die ervoor zorgt dat je op dat moment misschien. Uh, in bepaalde situaties van je leven minder die ethisch goede zorg gaat kunnen vervullen dan dat je eigenlijk zou willen. Maar, hé, hey, het is normaal. Want de, bedenk eens wat dat je nu op dit moment, welke andere katjes, dat je ook allemaal te geestelen hebt. Hè? Dus het is heel normaal dat je nu niet daar ook nog eens perfect kan inzetten. Want, hè, en we kennen allemaal dat soort situaties, zeer belangrijk. Die druk op de ketel die kan ook. Een beetje extern zijn. Op het nab nabije niveau, in de nabije context, kan dat ook zijn in de micro-context. Bijvoorbeeld, niet alleen wie dat we zelf zijn, maar de concrete stressoren die zich in de zorgcontext zelf afspelen. Dat is de werkdruk, bijvoorbeeld. Of een onduidelijke taakstelling. Het is helemaal niet duidelijk wat ik hier moet doen. Of emotionele of fysieke belasting. Het is hele zware zorg, dus uitputtende zorg. Dit is echt heel moeilijk, dit is echt heel zwaar. Bij bijvoorbeeld een tijd geleden heb ik een, een, een uitgebreid onderzoek gedaan rond de, be, de ervaring van de zorg voor patiënten die een euthanasievraag hebben. Daarin merk je ook bij hulpverleners dat is een hele intensieve zorg. Dat is een zorg waarbij dat men zegt van ja, dat dat kan ik geen twee keer per maand doen. Dat, dat, dat is, of twee keer per week. Dat, is, dat vraagt heel veel van mij. En dat zorgt dat als ik dat goed wil doen, heb ik daar inderdaad de mogelijkheid voor nodig. Hè? Het kan ook zijn dat er bijvoorbeeld een gebrek is aan mensen of middelen. Je moet te veel doen met te weinig handen. Of er is gebrek aan tijd. Dit gaat te rap. Dat was in de coronacontext zeker het geval. Alles moest onmiddellijk en nu en snel en liever gisteren dan vandaag. Of gebrek aan autonomie. Ik heb hier geen beslissingsmacht. Ik, mag, ik moet hier alles aan iedereen tien keer vragen voordat ik mag beslissen wat ik mag. Dus autonomie kunnen hebben zorgt ook voor een enorme veerkracht in het realiseren van die goede zorg. Of het kan zijn dat de omgang met zorgvragers en hun naasten moeilijk is. Mantelzorgers, familie, het is vaak een heel groot geschenk, maar soms is het ook een vergiftigd geschenk. Het is niet altijd even mooi en het lukt niet altijd even goed. Dus in die zin is het ook niet altijd zo romantisch en is dat soms heel moeilijk. Of de collega's of je diensthoofden kunnen het u heel erg moeilijk maken. Of er is geen ondersteuning om moeilijke situaties op te vangen. Er is te weinig zorg voor de zorgenden. Of er is helemaal geen mogelijkheid om die ethische vragen te stellen. Zijn we echt goed bezig? Hm, dat weten we niet of geen mogelijkheid om bijvoorbeeld het goede te doen. Er is geen duidelijke visie, er is geen waarde. En in die context kunnen we ook niet als moreel lerende omgeving functioneren door met elkaar te babbelen. Dat zorgt ervoor dat het goede doen dan ook wel heel erg moeilijk wordt in die drukke context van de zorg. Of in een bredere uh, context kan dat het mesoniveau zijn, gewoon de organisatiecultuur toekoor. Er is geen overlegcultuur bijvoorbeeld, hè. of er is geen duidelijk waardekader. er is geen ethisch kompas of keuzes worden niet consistent gemaakt. Hè. Er zijn verschillende niveaus, het is te ingewikkeld, het is te groot. Er is hier geen cultuur van uh, reflectie of tegensprekelijkheid. Ik kan dit eigenlijk bij niemand kwijt. Hè. Of het kan ook zijn in uw organisatie dat in relatie tot uw collega's of uw leidinggevenden daar een gebrek is aan voorbeeldfiguren, bijvoorbeeld die heel belangrijk zijn om die ethiek aanstekelijk te maken. Er is geen bezielend leiderschap, er is geen vertrouwen of verbinding. Dat zijn zaken die er allemaal eigenlijk dat het verlenen van ethisch goede zorg bijzonder kunnen bemoeilijken. En bijzonder kunnen bemoeilijken in ethische zin en echt kunnen zorgen voor morele stress. En ook breder maatschappelijk, en dat was de vraag die Erik in het begin ook al stelde: het perfectionisme wat we hebben. Er zijn een aantal tendensen in de samenleving, en dat zijn de, de boeken van de ja, dan wil je. Polverhagen lezen, je wil Mark de Smet lezen, je wil uh, Drink de Wachter lezen. Het zijn de tendensen in de samenleving die zich spelen. Hè? Bijvoorbeeld de individualisering. Hè? We zijn allemaal meer en meer op onszelf uh, gericht. Ethiek wordt een privématerie. Wat is het goede om te doen? Dat moet iedereen voor zich uitmaken. Hè? Of het neoliberalisme, waarin dat er heel veel competitie denken, is. Uh, professionalisering ook, waardoor dat we een hogere meten is, is weten cultuur hebben, hè? Uh, een hogere performantie. Uh, 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 kracht of daadkracht of, of outputmetingen en dergelijke meer. Er is ook een stijgende verzakelijking in de zorg. De zorg is iets wat we moeten onderhandelen. Het is een contract. Het is iets wat we moeten overeenkomen. Je ziet ook een grote juridisering. Waarbij dat men zegt, aansprakelijkheid in de zorg. Of we moeten ons zeker indekken tegen geen fouten. Een no-fault context. Of een digitalisering. Telegeneeskunde. We zien het nu allemaal. Digitaal worden we eigenlijk heel erg geletterd. Maar is... Telegeneeskunde, ook een goede vorm van geneeskunde in de geestelijke gezondheidszorg, lopen daarover de meningen bijvoorbeeld zeker uiteen. Um, dus dat vraagt wel de, de vraag van: ja, is echt contact hier nog wel de bedoeling? En last but not least is er ook het perfectionisme en het beheersingsdenken. We willen goed zijn in alles wat we doen, en dat moet ook echt wel perfect zijn. En wanneer dat we daar falen, dan lijkt het alsof het helemaal mis aan het lopen is. Dat zijn een beetje die zaken van morele stress. Uh, dit is nu een heel zwaar verhaal, maar ik vind het heel belangrijk, om, de catalog zegt: ethiek is geen romantiek, hè? dat is niet zoiets van ja, we gaan hier het goede doen en we zijn uh, everybody happy, happy, joy, joy, and love and peace. Dat is zo helemaal niet. Het is wel echt heel lastig. En die morele stress, die kanarie in de koolmijn, daar moeten we toch echt wel aandacht voor hebben. Maar goed, ik ga even terug zwijgen. <laughs> Dankjewel, Yvonne. <laughs> um. Ja, ik heb, ik heb alweer een reflectie voor je klaar. Uh, als, het, als het gaat over morele stress, uh, over ervaren van heel veel druk op de ketel. Uh, ik moet dan eigenlijk spontaan terugdenken. Um aan de maand mei, uh, toen we eind mei met de collega's in het Zorgcentrum een eerste evaluatie deden van uh, de, de drukke uh, uh, coronaweken die ervoor waren uh, gegaan, uh, wilden we bijna eens horen van uh, hoe is het nu eigenlijk met jullie? Wat hebben jullie ervaren? Wat is er goed gelopen? Wat is er minder goed gelopen? Um, en er was op dat moment uh, een van de collega's die uh, in die sessie eigenlijk vertelde van uh, Ik heb. ...tijdens de afgelopen weken heel veel uh, visie uh, gevoeld uh, in de voorziening. Uh, ik vond dat wel een bijzondere uh, vaststelling en, en opmerking. Dus allez, we zijn daar dan eventjes verder uh, dieper uh, op doorgeboomd... ...om een beetje te weten van ja, wat bedoelde ze daar nu eigenlijk mee... Um, Waarom vond ik dat belangrijk? Omdat ik zelf zo, soms het gevoel had van oei, ben ik door al die maatregelen misschien mijn visie aan het verlogenen uh, en de mm -hmm. visie hier in de organisatie, misschien kan ik die niet goed niet meer toepassen. Um, en wat dat je zegt van Tervara, er moet een Canarie zijn. Mm -hmm. uh, op dat moment was zij ook een Canarie, maar dan eerder om ook iets positiefs mm -hmm. uh, te benoemen. Uh, wat er goed loopt. Dus ik denk inderdaad: morele stress, hè, druk op de ketel. Maar aan de andere kant, denk ik, is het ook wel goed dat er ook collega's zijn, mensen rondom u, die u kunnen laten zien: van hé, hey, dit is zo slecht nog niet. Hè. Dat ja. hebben we ja. toch wel wel goed ja. gedaan. En het ja. is misschien niet perfect, maar we zijn op weg samen. Hè. Ja. En we proberen vandaar uh, toch wel vandaag goede te doen. Ja, ja. ja, dat is een heel mooi voorbeeld eigenlijk van wat dat Isabel daar straks zei: hè, van uh, hoe. Uh, hoe kunnen we, uh, ondanks die storm die daar is en die waait, en die, die heel hard kan waaien en die heel moeilijk is, hoe houd je je daarin recht? Hè? Uh, en ja, hoe kan je je niet laten omverblazen door alle, uh, zelfs misschien negatieve berichtgeving daarover? En als je dan zoiets merkt van... Hé, hey, maar toch, wij kunnen dat samen hier wel echt aan. Hè? En het... De, de, ik heb heel veel gemerkt, ook bij de verschillende organisaties in die storm. Dat de organisaties die met inderdaad zo een, een, een heldere visie, maar niet alleen als kers op de taart, maar ook een visie die doorleefd is in die organisatie. Waarbij dat mensen weten van hey, dit is het noorden van ons kompas. En we gaan proberen zo goed en zo kwaad mogelijk als we kunnen. Daar toch aan vast te houden. En dat, 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 eigenlijk, dat is eigenlijk wat we zeker willen blijven realiseren. Hè? Bij jullie is dat ook die, die verbinding, die, die warm menselijke zorg, die, die, dat wat je echt wil blijven realiseren, dat betekenisvolle leven. Dus alles wat we moeten doen, noodgedwongen, gaan we toch, we gaan dit niet opgeven. En we gaan proberen dat toch zo goed mogelijk te realiseren. Hè? En dat, dat zorgt ervoor. En dat was een, een hele mooie quote die ik onlangs uh, uh, vernam van, uh, van Mieke van Dorpen. En zij schreef uh, dat, uh, ja, ze verwees naar een gedachte en ze zei: uh, Een schip is het veiligst in de haven, maar het is gemaakt om te varen. En dat is een beetje wat je in de zorg ook moet doen. Hè? Dus het is perfect mogelijk om te zeggen: van, oh, maar we willen het vooral heel veilig houden. Dus we, doen er, we zorgen ervoor dat. dat virus dat we niet gaan noemen, hier vooral niet binnenkomt. En dat betekent dat we daardoor de boel toe doen. Maar als je dan merkt van, ja maar hela, dat dat, dat andere waar dat we echt zorg in willen, daar willen wij toch niet opgeven, want daar zijn wij niet voor gemaakt. En dan merk je wel dat als je ziet als team, want dat is ook niet eenduidig, dat is niet rechtlijnig, dat is echt zoeken, dat je dat kan realiseren, dan merk je dat hulpverleners daar hun bezieling echt wel in vinden, ook al is het moeilijk. Ja. Ja. Dus ook in moeilijke omstandigheden elkaar daarin blijven ondersteunen ja. en ook elkaar eigenlijk ja, kleine cadeautjes ja. Ja. geven ja. Uh, als, als hulp, als steun, als ja. energie om, uh, om vooruit te gaan. Ja. Ik ja. geloof enorm in de kracht van positieve waardering. Ja. 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 En dat kan, dat kan, dat ligt in kleine dingen, hè. Ja. maar dat is ongelooflijk ja. belangrijk. Ja. Oké, okay, Yvonne. Uh, Erik, is er alweer komen bijstaan? Uh, Erik, waarschijnlijk met een vraag vanuit de chat. Ja, inderdaad. Uh, via Microsoft Teams hebben we een vraag gekregen van Tom: die zegt: is er al voldoende aandacht en kennis bij organisaties om een gepast antwoord te geven op morele stress bij hulpverleners? Moeten organisaties niet mee de buffer zijn tussen beleid. Zoveel mogelijk zorg voor zo weinig mogelijk geld? en de hulpverlener die de morele stress dagelijks ondervindt. Wentelt een organisatie koepel die druk af op de hulpverlener of gaat ze bufferen? Ja, maar ik denk sowieso hè, dat, dat de, de, het mesoniveau, hè, of dat nu organisatie is, of een koepel van organisaties, dat je daar sowieso euh, als als, als als buffer moet werken. Hè? Dus uh, je zit daar met de, de, de ethische vragen op microniveau. Hè? Dat zijn eigenlijk de elementen van de zorg die wij nodig hebben. En dat is wat we in de bredere samenleving maar kunnen realiseren. Hè? En daarin is het altijd van belang om te blijven creatief uh, te kijken. Dus ik denk ook wanneer dat hulpverleners dan zeggen van ja, we hebben onvoldoende het gevoel dat hier um, um, voor ons opgekomen wordt, bijvoorbeeld. Hè? De, de, de maatregelen worden op ons afgewendeld en wij moeten het maar zien uit te zweten. Wanneer dat, dat ook dat uitgedrukt wordt, is dat heel belangrijk dat daar die dialoog blijft bestaan hè? en die discussie. In, maar dan op een constructieve manier. Hè? Dus ik geloof enorm in, in het constructieve debat. En het kunnen aangaan van die vraag van wat is het dan precies? Op welke manier functioneren we te weinig als buffer? En wat is de boodschap die we mee moeten nemen naar bijvoorbeeld het beleid toe? Dus ik denk, in, ik zou niet zeggen van dat is hier een ja of een nee. Dat zijn, dat, in elke context zal dat anders zijn. Maar dan ook is het van belang dat je blijvend in discussie gaat uh, en in dialoog gaat. Maar dat speelt zich dat dan af tussen het micro, meso en macroniveau. En minder bijvoorbeeld in de dialoog op het microniveau onderling. Maar dat is een blijvende belangrijke opdracht, ja. Een vraag die er uh, zeker bij aansluit: uh, iemand via e-mail vraagt. Hoe kan je overeind blijven in een organisatie die wars is van ethiek? Die ook angstig is in wat dat jij daar straks ook genoemd hebt: de gejuridiseerde ge tijden. Mm -hmm. Ja, wat doe je? Blijven? Vertrekken? De boeken lezen van Mark de Smet, Dirk de Wachter, schrijft uh, die persoon ook nog. Ja, wat moet je doen? Ja, Gewoon, die, <laughs> ja. Ik, ik zou ja, in, in, een dus in een zorgorganisatie werken die, waar geen ruimte is voor ethische vragen, dan zou ik eerst al denken, van, dan moet hier toch. Proberen mogelijk te maken. Hè? Dus ik zou toch zeker wel kloppen op de deur, op de muur, eh, krabben aan de korst en zien wat dat er hier eh, mogelijk is. Dus het is, het is, het, en dat is ook een beetje sociopolisch. Het, het is de vraag van ons allemaal: hè? Dus wat, wat, wat doe ik als persoon wanneer dat ik dingen zie gebeuren in mijn omgeving die ik eigenlijk eh, toch heel lastig vind? Dan zou ik niet te snel vertrekken. Present blijven is altijd. Hè. Uh, uh, en uh, ethiek speelt zeker ook in moeilijke situaties. Uh, zou ik zeggen van, nee, 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 dat, dat moet je wel blijven proberen. Maar wanneer dat het uiteindelijk echt uh, Praat voor de vaak is, dan, dan, ja, dan zijn er heel veel organisaties, gelukkig, die zeer ethisch gedreven zijn en die zeker ook goede hulpverleners kunnen. Maar, dus ik denk ook, als, als men op managementniveau of raad van bestuur aan mij vraagt, Yvonne, waarom zouden wij überhaupt met ethiek bezig zijn? Dan zei ik altijd, dan word je een magnetorganisatie. Mensen willen daar werken. En dat is een, een hele leuke uh, quote van een directeur ooit, die mij uh, zei. Ja, eigenlijk als, met hulpverleners. Mensen die in de hulpverlening staan, die daarvoor kiezen, daarmee heb je goud in handen. Want dat zijn mensen die in een relatie willen treden, die iets voor hun anders willen betekenen, en dat goud moet je verzilveren. Dus dat betekent dat je eigenlijk zoveel mogelijk die bezieling van mensen moet voeden. Ja, dat, is, dat zegt het, denk ik wel. Uh, en dus die zin, nadruk leggen op die bezieling, zelf op die deur kloppen, vind ik een hele belangrijke. Maar als dat uiteindelijk echt, 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 echt niet lukt, dan zijn er gelukkig heel veel andere organisaties waar dat wel lukt. Ja. Heel goed, uh, we zien op de livestream dat uh, de kijkers blijven volhouden. Iedereen is nog uh, ah. aanwezig, meer of meer. Hè. Dat is uh, dat heel, leuk, heel leuk om te zien. Maar uh, we proberen wel een beetje de tijd in het oog te houden. Ik krijg hier intussen wel nog een berichtje binnen, zie ik nu ook. Ja, uh, woonzorgcentra zetten stappen naar meer participatie voor bewoners, families, mantelzorgers. Mm -hmm. Dit kan voor medewerkers stresserend zijn. zijn. Zijn er handvaten die hen bij deze opdracht kunnen helpen ja, uh, oe, ja 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 dat is dat is echt zo uh, uh, wanneer dat gezegd eigenlijk willen wij zeker meer de stem van de bewoner laten horen we willen zeker meer participatie willen. dan dat gaat niet op drie minuten nee, nee dat zorgt ervoor dat je heel veel overleg heel veel inderdaad in gesprek moet gaan en dat is ook niet iets wat je op één een dag met een met een vorming van ene keer kan realiseren voor al die nee, dat is zo dat is zo dus dat is iets waar je in moet investeren. Maar op termijn is het ook wel zo dat je precies door die participatie, door die communicatie, door die dialoog, creëer je ook meer vertrouwen. En als je meer vertrouwen in elkaar hebt, ga je hoogstwaarschijnlijk ook veel minder tijd verliezen aan discussies over dingen die er eigenlijk totaal niet toe doen. He, want dat zijn ook zaken die. Dus wanneer dat er geen goede communicatie is, dan moet je daar vaak zelfs meer tijd in steken dan wanneer dat er veel vertrouwen is. Dus ik denk dat het iets is gelijk. Ja, Het, 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 het leren van een vreemde taal. He, als ik daar begin, dan is dat lastig. Want dat vind ik helemaal. En je moet al die, die woordjes en die grammatica en dergelijke meer. Ook die dialoog, ook die, dat waardige, Dus maar naarmate dat je dat meer en meer en meer doet, gaat het je gemakkelijker af. Dus door in te zetten op die participatie, ga je meer vertrouwen onderling creëren, gaat die dialoog ook gemakkelijker gaan en gaan inderdaad mensen ook meer vertrouwen in u hebben, waardoor dat ze minder vragen gaan hebben, want men weet dit is hier een goede zaak en wanneer dan alleen de echt lastige vragen tot bij u komen. Dus ik, ik geloof zeer sterk in die dynamiek en dat zie ik ook bij veel organisaties als dusdanig gebeuren. Dus blijven geloven opnieuw in die dialoog. Ja. Ik geef nog één kleintje mee: opvallend. Uh, er komt opnieuw een vraag binnen die we eigenlijk daar straks ook al wel even gehad hebben. Hè, en die, die, die zegt ook: ja, hoe ga je eigenlijk om met angst in een organisatie. Mm -hmm. oh, ja. uh, ik vermoed dat, uh, dat de persoon in kwestie de angst bedoelt, bijvoorbeeld rond. Uh, 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 dat kan zowel virus zijn als uh, de angst om, om, om uh, fouten te maken uh, in je zorg. Uh, uh, aansprakelijkheid denken, ja. ja. Die persoon zegt, die kan zelf wel willen, uh, maar het kan zijn dat, dat de organisatie zelf niet, niet echt mee wil. Hm. Hè, dus angstig is om, om daarin ja. te gaan eigenlijk. Ja. ja, dat is heel moeilijk. Want ik zie dat... Um, Vaak het omgekeerde het geval is. Dat leidinggevenden bijvoorbeeld hun hulpverleners zelf moeten uh, aansporen om toch zeker iets te durven of om toch zeker niet te bang te zijn. Hè? En dat dat, 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 dat dat missen mag. En dat we toch zeker niet te snel bijvoorbeeld onze bewoners gaan fixeren uit angst voor te vallen. Hè? Dus de, de angstcultuur is echt... Echt, echt, echt geen goede uh, ethische basis. Sowieso niet. Hè? Als we redeneren of denken of keuzes maken vanuit angst, dan, dan, dan zijn we sowieso altijd uh, uh, verkeerd bezig. Dus dat is heel belangrijk dat je dat zoveel mogelijk kan wegnemen. Hey, hoe dat je dat moet doen. Pff, Laurence, weet jij dat? Ik weet dat niet. Hoe, sowieso, hoe dan doe, dan hoe, dan doe dan jij dat? Van, nee, ja, we staan sowieso geen pasklare antwoorden mm -hmm. uh, op. Hè. Ik denk wel, Yvon zoals je zegt, van ja, communicatie is een hele belangrijke mm -hmm. Ook om altijd ook proberen te duiden, denk ik, van ja, van waar, van waar is de angst aanwezig? Van waaruit ja. komt die? Uh, uh, misschien heeft dat te maken ook met, met, met gebeurtenissen hè, die, die mm -hmm. geweest zijn en die. Uh, ja. En misschien ook ja. gewoon alleen al. In, wanneer dat je in overleg zit, dat je gewoon al kan benoemen, zijn wij hier vanuit angst aan het redeneren? Hè? Als je dat al kan benoemen, en als dan iedereen zegt, ja, eigenlijk wel, uh, en zijn wij omwille van die angstredenering dan bepaalde waarden uit het oog aan het verliezen? Uh, oh ja, dat is eigenlijk wel zo. En vinden wij dat allemaal goed? <laughs> als iedereen zegt, ja, ik vind dat heel goed, en jij bent de enige die dat niet goed vindt, <laughs> dan is er misschien ook iets en niet oké. Okay. Maar alleen al dat benoemen hè, en die communicatie en dat over, ja, 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 dat, ja dat is wel dat is... belangrijk, omdat ja. je onmiddellijk denk ik, ook weet van waar... Allee, van, van... Je benoemt het, je, je gaat ermee aan de slag en ja. je, op die manier deel je onmiddellijk met elkaar ook ja. van, uh, ja, van waaruit het, het komt, hè, de ja. beslissing. Ja want ik denk, zo'n angstreflex, dat kan ook heel menselijk zijn. Hè? Mm -hmm. uh, ja, en, de, en, en, en dan is dat wel echt van belang om dat te erkennen of om te zien, uh, en dat ook te benoemen en daarover te spreken. Ja, ik denk dat dat misschien het eerste is. Maar natuurlijk, als, als de vraag van de persoon is: van ja, we, op microniveau merken we dat onze organisatie of onze leidinggevende. Of op, op, op angstniveau hè, of op angstmanier redeneert, ook dan denk ik, moet je de communicatie kunnen aangaan daaromtrent. Dat je kan zeggen van ja, als hulpverleners hebben wij het gevoel dat het angstdenken ons, ons ethisch kader aan het ondersneeuwen is. Uh, en dat willen we eigenlijk niet voor niet. En dan opnieuw zal het er weer van afhangen van hoeveel dialoog en communicatie dat er mogelijk is. Ja, oké, okay, dankjewel. Ja, dank u. Maar Erik, dat waren wel meer dan twee vragen. Hè, <laughs> <Ja>. <laughs> heeft hij heeft je eventjes op de proef gesteld. Maar ik denk dat je nog een laatste deel ja. voor ons ja. hebt ja. klaar. Ja. 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 We hebben nog een paar laatste dingetjes. Hè. Uh, wat gaan we hier nu hè, mee doen, allemaal, uh, met, uh, met deze knagende vragen? Um, je zou kunnen zeggen: van, ja, goh, Is het zo dat hè, om ethisch goede zorg te verlenen, uh, uh, dat werd toen straks ook al uh, gevraagd, van, ja, om het echt goed te doen, betekent dat dan? Uh, dat we dan allemaal morele zorghelden moeten zijn. Hè? Dat we, uh, een ethische afweging is een afweging. We zetten onze waarden op de schaal. En uh, we, we overleggen samen. We communiceren samen. We komen er samen uit. En de perfecte balans is het antwoord. Hè? Dat is dat is, mega mindie, hè? Dat is uh, Die uh, maakt altijd een probleem mee. Haar grootvader en, en eventueel de haar grote held zal er wel helpen. We lossen het op. En de bandieten worden weggestoken. Hetzelfde, je ziet daar rechts ook uh, in die, 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 die rood, geel, blauwe. Is dat is Rox en ik heb dat een tijdje met mijn kinderen meegevolgd, ook weer zo een, een, een leuk uh, detectieve uh, serie. Um, en de, de, de subtitle, of de baseline van Rox is: falen is geen optie. He? Dus de, de, Superman kan het allemaal aan. Dus is het ethisch goede antwoord op een complexe zaak dan ook maar goed genoeg, he? of wanneer dat, dat echt een uitgebalanceerd antwoord is? He? Doen we het alleen maar goed als we het perfect doen? Wellicht niet. Um, ik denk, en ik heb het daar de Achilleskracht genoemd. Um, ethisch goede zorg is gelijk een Achilleskracht. Um, vanuit de filosofie, de Franse filosofie, uh, of de fenomenologie van Sartre, Heidegger, Kierkegaard, weten we. Weet je dat? Wanneer het gaat over bezieling, over authenticiteit, over integriteit, dat zijn enorme krachtvelden. Je kunt daar heel ver mee springen, maar dat kunnen ook enorme kwetsbaarheden zijn. Vandaar dat het een Achilleskracht is. Want een mogelijk risico is bijvoorbeeld wanneer je heel bevlogen in die zorg staat en alles wil geven en er helemaal voorbeeld gaan, is de kans dat je tegen een muur botst ook heel erg groot. Hè? Dus in die zin is het ook mogelijk dat je precies door het feit dat de ideale wereld niet bestaat, dat je daardoor een soort Zo'n professionele burn-out zou kunnen hebben. Hè? Met als gevolg dat men zegt van een afstandelijke zorg. Ik, ik moet afstand nemen, want ik, ik mag het mij allemaal niet zo hard niet meer aantrekken. Hè? Of ik verlies eigenlijk mijn bezieling in de zorg. Waarvoor doe ik het eigenlijk nog? Hè? Of ik, ik geef minder goede, kwaliteitsvolle zorg. Hè. Ik doe het met minder allemaal. Hè. Of ik ga niet meer samenwerken met mijn collega's. Ik trek mij wat terug. Uh, dat zijn zaken die kunnen gebeuren. Of je het anders kan zijn: dat je een soort van ethische tiran wordt. Hè. Dat je gewoon echt dat je zo hard op die tafel klopt dat niemand die nog graag ziet komen. Dat, is ook een, dat willen we natuurlijk ook niet. Hè. Of uh, we worden ethisch onverschillig. We krijgen eelt op onze ziel, op ons hart. En we trekken het ons eigenlijk allemaal niet meer aan. Dus dat is een soort van morele burn-out die dan ontstaat. Maar dat is, leidt ook tot een soort van besmettelijk cynisme. Hè? Er is niets zo dodend als cynisme. Uh, dat willen we eigenlijk niet. Dus als we dan geen morele helden <laughs> willen, want dat is niet waar ik naar op zoek ben in deze lezing, wat is dan de remedie? Hè? De kleine ondeugd. En gelukkig hebben uh, mijn collega Etichy uh, Linus van Laren en uh, Roger Burggraven het prachtige boek Gekkenwerk geschreven hè, over ondeugden in de zorg. En ze zeggen ook van eigenlijk zijn hulpverleners. Ook maar mensen. En is het ook zo dat we niet altijd het beste kunnen realiseren? Dus mijn vraag keer terug. Hè. Als we dan skilled companionship willen realiseren, betekent dat dan hè, euh, dat we dan euh, authentiek moeten zijn met een kleine a, hè, bezieling met een kleine b, zorg met een kleine z? Hè. Dus allemaal een beetje toch wat zakken en niet te, niet te hoog willen grijpen naar de sterren en naar de zon. Hè. Denk aan, aan de paradoxale. ...de situatie van onze condition humaine... Hè. ...moeten we het dan allemaal met minderen doen? Ja, dat is nu toch ook wel... ...ja, dat is staan die het hele mooie boek Rusteloosheid heeft geschreven. Hij zegt ook... ...ja, eigenlijk die rusteloosheid, bougeren, dingen doen... ...proberen, uitproberen, creatief zijn in de zorg... ...ja, dat is eigenlijk iets wat we zeker willen. Um, en, maar dat, dat mag ook niet doorschieten. Hè. We mogen geen Duransel-konijnen worden... ...want dan lopen we ook plat... En omgekeerd ook niet volstrekt onbewogen. En iets interessants is daar, en dat heb ik dan rechts ook nog aangehaald... ...iets wat je zeker ook de keer wilt vastnemen. Een van de kortverhalen die ik enorm, enorm mooi vind... ...is van Borges, de Argentijnse schrijver, De Onsterfelijken. En u ziet daar rechtsonder een beeld van de stad der onsterfelijken. En Borges beschrijft het verhaal dat hij op zoek gaat... Hij gaat op zoek naar die stad, want hij weet dat die bestaat. En daar leven alleen maar onsterfelijken. En we kennen allemaal die situatie waarin dat we zouden zeggen, als ik toch meer tijd zou hebben, dan zou ik dat en dat en dat, dat nog allemaal doen. Ongetwijfeld, wanneer dat u meer tijd heeft, dan doet u dat ook allemaal. Maar ik doe dat niet. <laughs> en ongetwijfeld zijn er ook heel veel mensen die dat ook meer hebben. Denk die situatie in waarin dat je dan zo eindelijk eens een keer een dag hebt waarin dat er niet zo overdreven veel vergaderingen zijn. En je hebt een gat. Hè? En je denkt, oh, maar dan gaat het gebeuren. Hè? Dan ga ik eindelijk dat en dan dat kunnen vastpakken. En net, net dat zijn de situaties waarin dat ik mijn tijd ongelooflijk kan verspossen. Niet omdat ik dat wil, maar omdat dat gewoon gebeurt. Hè? Omdat ik tijd heb. Moet ik het niet nu doen, maar kan ik het straks ook nog doen? En als Borges rondloopt in de stad der onsterfelijken, denkt hij... ...maar dat moet toch een stad zijn waar het feest is, elke dag opnieuw? Want ja, die kunnen verschrikkelijk veel doen met die leven voor eeuwig en altijd. En hij komt daartoe en hij zegt... ...het is nog nooit een stad geweest die zo doods was als de stad der onsterfelijken. Want dat wat we vandaag kunnen doen, niet doen, kunnen we morgen nog doen. En hij beschrijft in een van de laatste zinnetjes, die zijn zeer schoon. Hij, struikt, hij gaat de stad even verlaten en hij struikelt over een man die daar tegen een muur aan het zitten is: een beetje lethargisch. En hij zegt: Ja, die man zat daar al even. Want daar had een vogel een nestje gebouwd op zijn hoofd. Dus de juiste druk is inderdaad die druk tussen de volstrekte rusteloosheid, het duracelkonijn, en de volstrekte onbewogenheid. En die vind je dus in dat mooie, wondermooie respectboek van de zorg, waarin we kunnen spreken over redelijkheid in die zorg. Ik sluit af met een paar aanbevelingen. Uh, wat moet ik nu doen? Hè? Hoe kan ik nu straks uh, op mijn gemak, wanneer ik mijn tanden aan het poetsen ben, eh, waar moet ik daar nu over nadenken? Ik denk, op mesoniveau, op niveau van team en organisatie, denk ik dat het heel belangrijk is dat je een cultuur kan creëren van duidelijke richting, van duurzaamheid, van overleg, ethisch overleg, communiceren, blijven babbelen. Maar heel belangrijk is dat je het noorden van je kompas bepaalt. Wat zijn de richtinggevende waarden in je team en in je organisatie? En dat helpt. Een beetje zoals Laurence ook zei: de hulpverlener die zegt: het heeft mij geholpen, want op een of andere manier hielp het ons vooruit in de storm die over ons heen raasde. Daarnaast ook: kiezen is een kunde. Ethisch overleg, ethisch communiceren, ethisch dialogeren, dat is gelijk het leren van een vreemde taal. Dan moet je bezigen, gelijk dat we dat zeggen. Dus ontwerp ook hierin en stimuleer een lerende organisatie. Spreek over ethische keuzes, omarm de kanarie en de luis. Ondersteun reflectie, kennisverwerving over keuzes in de zorg, over de kwaliteit van de zorg. Wees daarmee bezig, want dat is cruciaal. En ondersteun ook telkens die ethische reflectie en dat kiezen voor de waardigheid. Want op die manier kan je rationaliteit, ja, inderdaad, dat moet ook goed onderbouwd zijn, en relationaliteit met elkaar in, in evenwicht brengen. Voor u persoonlijk, op microniveau, wat is ethisch goede zorg voor mij als hulpverlener? Heel belangrijk, maak connectie met uzelf als persoon. Denk eens goed na, wat is het noorden van uw kompas? Wat zijn de waarden die voor u als hulpverlener richtinggevend zijn? We hebben nu heel veel gehoord, heel veel gezien. Maar wat is voor u de kern van goede zorg? Wanneer ga jij s'avonds naar huis? En het is een hele stevige dag geweest. Nou, er zijn ook heel wat ethische uitdagingen geweest. Zelfs moeilijke vragen, knagende vragen. Maar wanneer zeg je, dit was een goede dag. Hier hebben we het goede gedaan. Welke voorbeelden haal je dan voor de geest? En doe dat niet alleen. Een beetje tussendoor, maar ga daar bewust mee om hè, met die keuzes die je dan maakt. Hè. Maak ook van ethisch goede hulpverlening, van kwaliteit van zorg, van waardigheid, ook ex expliciet een, een integraal deel van je hulpverlening. Hè. Gebruik dat ook als kompas. Denk daar regelmatig over na. Uw eigen kompas moet vanuit jezelf komen, maar uh, gebruik dat ook. En heel belangrijk, spreek daarover. Dat is een beetje wat Laurence ook zei: die hulpverleners die mij vertellen: dit is eigenlijk hoe dat ik in die zorg sta. Ik heb daar als directeur enorm. Veel aan spreek over die keuzes die je maakt, en ik zeg dat ook altijd tegen mijn studenten: informeer u, lees daarover, neem deel aan vormingen en groeiprocessen, luister naar de radio, kijk naar het nieuws, lees opiniestukken, denk daarover na vorm je gedachten nog eens en spreek ze uit. Hè. Zeg, vorm uw mening. En daarin is het heel erg goed wanneer dat iemand u tegenspreekt. Want je kan door het feit dat iemand niet met u eens is, groeien. Dus wees daarin ook constructief tegensprekelijk. Wanneer dat bijvoorbeeld Laurence zegt... ik vind dit eigenlijk totaal niet kunnen, daarom en daarom en daarom. Dan is het heel erg goed dat ik zou kunnen zeggen... Laurence, ik denk daar precies toch anders over. Daarom en daarom en daarom. En dan zijn wij aan het babbelen. En dan groeien wij in elkaars... Het kan heel goed zijn dat we op het einde van de rit helemaal nog niet met elkaar oneens zijn, maar we hebben elkaar wel uitgedaagd en we weten wat we elkaar hebben. Dus wees daarin constructief tegensprekelijk. Hè. Laat horen wanneer dat het volgens jou iets niet klopt in het licht van uw ethische waarde, in het licht van die menselijke waardigheid. En probeer daarin samen uh, in dialoog uh, door te geraken. Dus maak keuzes. Doe dat ook doelgericht, dat vind ik heel belangrijk. Doe dat doelgericht, namelijk in het licht van ethisch goede zorg. En bemin vervolgens die keuzes of herzie ze wanneer dat dan nodig is. En dat is ook echt een groeiproces. Ik kan me voorstellen dat het waardekader, wanneer je afstudeert als jonge uh, hulpverlener, dat dat groeit naarmate dat je langer en meer in die zorg staat. Dus hier, ik heb hier nog twee metaforen voor jullie. Ik denk, hoe gaat het? Wat is de essentie van die zorgrelatie? Dat is echt samen, elkaar vinden. Elkaar met elkaar in contact treden. En dan gaan we op pad. En hoe gaan we op pad? Ik heb daar links een foto gezet van een trektocht. Dat is op kompas. En trektochten zijn altijd een verrassing. Je weet nooit of je tijdig de volgende hut gaat bereiken. Er kunnen altijd obstakels zijn. En je doet dat samen met anderen. Het tempo van de traagste. We kunnen daar verschillen van, van mening over, moeten we nu doorgaan of schuilen voor de storm. Dat is iets wat je echt moet overleggen samen. Dat is een zoektocht, waarin dat je een afstemming moet vinden. En ik heb daar ook olifantjes bij gezet. Niet omdat ik hulpverleners met olifanten wil vergelijken, maar misschien toch een beetje in die zin <gacht> dat olifanten, we kennen olifanten als een, een enorm uh, communicatief relationeel uh, kuddedier. Hè? Dus uh, dat zijn inderdaad dieren die echt samen op die tocht gaan. Dat is heel erg belangrijk, dat je daarin die presentie van dat samen, die zorg te kunnen beleven, dat dat overeind blijft. Um, dus die relatie is eigenlijk essentieel. Dat betekent... Um, ik wil afsluiten eigenlijk met een woordje van Pieter. Uh, Pieter is een van de auteurs van, uh, van het Respectboek voor de Zorg. En zij hebben een heel mooi ethisch kader hè, uitgewerkt... wat dat zij belangrijk vinden in hun organisatie, in hun hulpverlening. En, en, en dat is echt ongelooflijk mooi beschreven. En, Pieter zegt ook, je zou kunnen zeggen, het is de kers op de taart. Hè? Maar het is tegelijkertijd de gist in het deeg, want het is veel complexer dan dat. En dat zegt Pieter zelf ook, vandaar dat ik hem wil citeren. Er zou de perceptie kunnen ontstaan dat ik alle theorie omtrent respect, dat is hun waardekader, ook vloeiend in de verpleegkundige praktijk weet te brengen. De kers op de taart. Niets is echter minder waar. Het enige wat gebleven is, is het streven dat ik voortaan redelijk met mensen wil omgaan. Wat ik heb geleerd is dat dit streven telkens opnieuw bewuste aandacht en werk vraagt. Dag in, dag uit. En hierdoor heb ik vreugde gevonden in mijn werk. Vanaf de eerste stagedag bij Geert, hoefde, dus zijn diensthoofd, hoefde ik immers niet meer geboeid, in de zin van met handboeien, om te gaan werken, omdat ik slaafs volgde wat mij werd opgedragen. Integendeel, vanaf die dag keek ik geboeid naar mijn vak. Ik raakte gepassioneerd en ik liet mij verwonderen door mensen en intermenselijke relaties. Ik trachtte telkens opnieuw op iedere unieke situatie af te stemmen. En dat is echt een heel complex gegeven. Dat is de gist hè, in het deeg. Dat, 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 dat is zien, dat is, dat is zoeken, dat is, dat is, dat is knoeien. Dat is, dat is kijken en, 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 en luisteren en afstemmen. En, en hij zegt ook of dat altijd even goed lukt. Ik denk het niet. Of ik het altijd probeer. Wees daar maar zeker van. Dus dat is eigenlijk ook mijn antwoord op die vraag van... ...de onverschilligheid is het ergste wat we kunnen doen. Eigenlijk is het elke dag opnieuw proberen. Ik geef jullie graag als afsluiting een aantal metaforen mee. Omdat ik denk dat metaforen altijd heel krachtig werken. Ik noem het meenemen metaforen. Lekker meenemen maaltijd Maar meenemen metaforen zijn eigenlijk toch stof. De eerste is... Trek uw botten aan, ga met de botten in de modder staan. Trek uw botten aan, ga in die relatie staan. Laat u raken, wees present, wees aanwezig in die kwetsbaarheid. Zonder het per se te weten wat het goede is hier om te doen, maar ga daar zoekend in bezig. De tweede metafoor is eigenlijk: blijf roeren in die soep, blijf aandachtig voor wat er speelt. Dat is uiteindelijk iets wat continu, dat is geen proces, geen eenmalig momentaan proces, dat ethisch goede is continu bezig blijven, net zoals die vreemde taal. Ik heb ook verwezen, daar verwijs ik naar le scrupule. Uh, ethisch goede zorg is eigenlijk uh, een beetje verwant, etymologisch, aan scrupules. Uh, Roger Burgraven heeft ons dat allemaal geleerd. Uh, scrupules hebben le scrupule, dat is het steentje in de schoen. He, je zit op pad in de zomer en er komt zo'n venijnig steentje in de schoen. En eigenlijk is dat dan patant, want we willen dat eruit. En ik zeg dan ook altijd aan mijn studenten, van, moet dat eruit? Nee, laat dat daarin. Behoud het steentje in de schoen. Want die ethische vragen, die knagende vragen, die kanarie en die luis, die houden u wakker. Net zoals het steentje in de schoen u daar blijft inderdaad prikken. Want dat is heel erg belangrijk. Omarm, he, dat is het juist. Omarm de kanarie en de luis. Want als die niet meer fluit, dat is de quote van mensen, zus, dan heb je nog een groter probleem. Wees een filosoof. Kijk kinderlijk verwonderd naar alles wat zich rondom je afspeelt. Want er zijn heel veel mooie pluisjes die eigenlijk op je af kunnen komen. En dat zijn ook wat, hoe kan je die veerkracht houden in een team? Dat zijn die kleine cadeautjes. Hè, waar dat... dat is ongelooflijk schoon en wees daar aandachtig voor. De Wabi Sabi, dat is, uh, dat is ook een van mijn favorieten. De Wabi Sabi, dat is de, kunst, de Japanse kunst van het imperfecte. Uh, het mag. ...echt wel gewoon in orde zijn. Het hoeft niet perfect te zijn. En missen mag. Uh, als we niks doen, doen we ook niks verkeerd. Dat zei mijn grootmoeder altijd. Dus missen, als je niks verkeerd mag doen, dan doe je ook niks. Dus het is wel heel belangrijk dat mensen de context krijgen... In, ...om in een veilige uh, context dingen te proberen. En wees daarin ook mild voor elkaar. Wees daarin tegensprekelijk. Stel heel veel vragen en laat u tegenspreken. Wanneer we het allemaal met elkaar eens zijn over wat er hier nu moet gebeuren in die moeilijke context, dan denk ik dat het niet klopt. Want eigenlijk is het vaak zo complex dat we, toch, dat we meestal toch wel een ander gedacht hebben. Dus wees daarin tegensprekelijk. Ook heel erg belangrijk is in uw ethische werking. Dat is ook die metafoor van de soep. Dat heeft tijd nodig. Net zoals een goede stoofpot, net zoals een goede wijn. Groeit gras ook niet door eraan te trekken. Van hier, we hebben hier fantastisch. We gaan dit jaar eens echt werken aan ethiek. Daarmee is dat perfect klaar. En daarmee zijn we vertrokken voor de rest van, de, van het decennium. Dat is niet zo. Maar geef het vooral voeding en meststoffen en tijd. Heel belangrijk is: probeer nieuwe dingen uit. Kruip uit uw comfortzone, probeer daarin nieuwe dingen, want routine dood uh, uw ethische uh, uh, gedrevenheid, en daarin mocht je u uh, langzaam hassen. Het mag ook traag gaan. En daar hebben we een heel mooi spanningsveld tussen Chronos en Kairos. Gronos is de god van de chronologische tijd die ons vooruitjaagt uh, in wat we allemaal moeten doen. Maar daarin zit ook heel vaak de, 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 de Kairos moment, het juiste moment om de dingen te doen op de juiste manier. En niet alles moet onmiddellijk nu, maar soms is het goed om eventjes te wachten. En last but not least, dat is recht onder lach. Veel en vaak. Want dat maakt echt alles mooier. Organisaties waar dat er veel humor is, waar er veel gelachen wordt, uitgerekend in verschrikkelijk tragische omstandigheden. Dat zijn organisaties waar dat er heel veel mayonaise is die pakt tussen de mensen. Dus dat is echt heel belangrijk. Daar waar er veel gelachen wordt, daar wordt de wereld echt wel schoner. Um, dus afsluitend uh, kunnen we nog eventjes kijken naar een aantal vragen of bedenkingen. Ja. Ik weet niet hoe dat zit met onze wijzen achter in de zaal. Ja. Uh, of dat jij nog ja. een aantal ja. vragen ja. <laughs> hebt. Misschien nog één, één reflectie, zo, uh, Yvonne. Hey, we weten allemaal, zorgverleners hoeven heus geen superhelden te zijn. Mm -hmm. En ik denk dat het ook um, belangrijk is dat ze zowel in, in, in uh, relatie met, met zorgverleners, maar ook onder collega's en, en in de organisatie, ook hun eigen kwetsbaarheid. Uh, ja mogen benoemen, uh, mogen vertellen. Um, en dan moet ik terugdenken aan, aan, uh, aan een uh, ja, recente uh, contact met een van de collega's. Uh, we weten allemaal, en Erik uh, haalde het daar net ook heel eventjes aan, van ja, we zijn uh, de afgelopen maanden zijn de woonzorgcentra uh, in de media uh, vaak op een zeer negatieve manier uh, mm -hmm. Um, ja, tentoongesteld, hè, uh, laat het ons zo zeggen. Uh, op een bepaald moment zei een van de medewerkers van ja, op dit moment voel ik mij... Uh Dusdanig dat ik eigenlijk bijna beschaamd ben om te zeggen dat ik in een woonzorgcentrum werk. En dan denk ik: van hoe erg is dit? Allee, terwijl we eigenlijk vooral aan, aan zorgverleners, hulpverleners willen vooral zeggen: van je mag echt wel ontzettend trots zijn uh, op wat je doet, uh, op wat je dag in dag uit probeert waar te maken. Uh, vooral de mensen die je zijn uh, toevertrouwd. Ja, ja. Ja, dat is, dat, dat is inderdaad bijna hartverscheurend. Hè? als mensen dat zeggen, die dat met hart en ziel doen. En zeggen ja, ik, ik, als ik moet zeggen in de bredere context, van ik werk in een woonzorgcentrum. En de eerste reactie van de omgeving is oh, oei, oei, oei. Dat is echt niet fijn. Dat is echt niet fijn. Dus dat brengt mij terug, inderdaad, opnieuw bij de vraag die daar toen straks was: van hoe kunnen we daarmee omgaan. Die, ik denk dat het heel belangrijk is dat ook dat, dat element, dat dat in de groep besproken kan worden. Dat je kan zien van wie voelt dat ook en hoe ga je daar dan mee om en hoe doe je dat dan? Want het haalt u neer, hè? het haalt u, het haalt je energie weg. Hoe ga je daar dan mee om? Dus ik denk dat dat ook heel belangrijk is dat al in een team aan bod kan komen, maar ook opnieuw met een, een, een positief elan. Hè? van we gaan ons hier niet laten kennen. Hè? We gaan, ik ga dit, dit. Ook al is dit lastig, maar toch wil ik hier echt wel voor blijven blijven gaan. En dan kan je heel veel van elkaar leren. Uh, dat is heel belangrijk. Ik denk, een van de, van, van de aspecten uh, die ik aan de studenten ook altijd zeg is van: uw ethisch aanstekelijke collega's. Dat zijn vaak, eigenlijk in het beste geval, zijn dat niet uw referentiepersonen ethiek of, of uw ethische uh, uh, experten. In het beste geval zijn dat eigenlijk uw naaste collega's die u helpen wanneer dat je eigenlijk met een lastig dilemma zit. En, dat, dus die kwetsbaarheid van die hulpverleners, om dat te kunnen uitspreken, van hier loop ik tegenaan, dit vind ik echt heel moeilijk, daar ruimte voor kunnen maken, is heel belangrijk. En dat is dan niet zoiets van, oh, trek het u niet aan. Uh, nee, 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 spreek dat maar uit en ga daarmee om en, en zie hoe dat dat eigenlijk vorm kan, kan, kan krijgen. Want het, is, het wordt anders heel erg moeilijk, ja. Oké, okay, goed. Uh, Isabel staat intussen daar klaar. Ik denk voor de laatste vragen, Isabel. Dat klopt inderdaad. En voor ik naar de laatste vraag overga, moet het toch wel gezegd worden, Yvonne, dat er heel veel ja, dankbetuigingen komen in de chats. Ah, ja. ah, uh, heel veel ook lof, heel veel dank voor uw enthousiasme. Het woord pluisje wordt heel vaak gebruikt, <laughs> dus we gaan heel veel pluisjes zien, zien rondgeblazen worden. Heel mooi om te zien. Ik wil er eentje voor voorlezen, omdat die toch ook wel uh, iets heel belangrijks weergeeft. Iemand die zegt, ik heb enorm genoten van deze uiteenzetting. Het enthousiasme van mevrouw Denier is aanstekelijk. Bedankt voor de menselijke vertellingen, waardoor ik deze materie kon begrijpen en mee kon denken. En ik denk dat dat heel belangrijk is, dat het heel concreet wordt gemaakt. Mm -hmm. Dat mensen echt ja, ook in de eigen leefwereld zich kunnen gaan indenken wat dat, ja, waarover het gaat en hoe dat ethiek ook in de eigen denkwereld, leefwereld, een rol kan spelen. Dit gezegd zijnde, de vraag. Er moesten meer Yvonnes zijn om ethiek te duiden in de teams, dus op de werkvloer. Ja. En dan de moeilijke vraag, wie blaast deze pluisjes in de richting van allen om die, deze skills te geven op de werkvloer? Wie gaat ervoor zorgen dat deze belangrijke informatie, input, geïmplementeerd wordt op de werkvloer? Deze die hier nu... Deze die ja. hier nu door jou meegegeven worden. Ja. Uh, oh, ik heb een cadeautje. <laughs> ja. uh, is, was dat één vraag? Wat, wat dat was, ik, dat vraag. was één vraag, ja. want ik kan dan overgaan naar de volgende slide, eigenlijk. Maar voor de persoon die het vraagt, hè, maar ook voor de anderen die hier wat meer mee zouden willen doen, uh, ik denk dat dat de volgende slide is. Ja! Uh, dat is dat. We hebben het in het begin van de avond hebben we het gehad over. Hè, dus dat dit, deze lezing van vanavond zijn enkele kernelementjes van het boek dat, dat ik geschreven heb de voorbije uh, tijd. En um, daarin zijn heel, heel veel pleutjes. Uh, en met dank aan de mensen van Nano, die mij ook inderdaad iedere keer weer uitgedaagd hebben om dat zo concreet mogelijk te maken. En dus daarin zijn er verschillende ideeën en verschillende mogelijkheden om daarmee aan de slag te gaan. Dus eigenlijk worden daar de pleusjes opgenomen en kan iedereen daar zelf iets mee doen in het eigen team. Dus je kan dan bijvoorbeeld al zeggen van, kijk, laat ons dat eens vastpakken, we gaan die denkoefening eens doen. Um, en ik heb het, uh, had ik nu al verteld dat het, het opzet zoiets is als het kookboek van oma? Nee, dat heb ik nog niet verteld, denk ik. Hè? Ja. Um, dus het, boek, het Pluisbloemboek um, is... Dus het concept daarvan is dat het opgesteld is gelijk... We kennen allemaal dat kookboek van de Boerinnenbond. Iedereen heeft dat wel ergens liggen. Het uh, liefst in de versie van de eigen oma, die heel wettig is en beduimeld. En dat valt uit elkaar en er zitten heel veel briefjes tussen. Hè? En met dat kookboek kun je, um, afhankelijk van je mogelijkheden, iets eenvoudig klaarmaken. Of een gigantisch feest en alles ertussenin. Het Pluisbloemboek doet hetzelfde. Dus als je bezig wil zijn rond ethiek in de zorg en je wilt daar eigenlijk iets mee doen in je organisatie, kan je dat inderdaad, net zoals het kookboek van oma, op een, met kleine elementjes doen of heel uitgebreid, afhankelijk van de mogelijkheden die er in elk team of in elke organisatie uh, is. In dat boek zitten ook heel veel concrete voorbeelden, concrete getuigenissen. Uh, probeer ik het met handen en voeten uh, duidelijk te maken en aan de hand van triggerende vragen, mensen hè, te helpen om dat zelf in hun eigen team te doen. Dus ja, ik denk dat dat mijn antwoord is op de vraag van, van de persoon in kwestie. Dat is een leuke vraag, dus ik ben ja georchestreerd, maar dat hebben wij dus niet gedaan. Voor alle duidelijkheid, inderdaad, um. dit is een, een heel spontane vraag. Ah ja, Bedankt. Ja. Ik denk dat hiermee, ja, dat we inderdaad echt wel alles gezegd hebben, maar... Ik heb ooit een keer, en dat is iets wat ik altijd mee heb in al mijn lessen of al mijn, al mijn lezingen over dit soort zaken, en dat is dit dingetje. Het is een bladwijzer. Daar hangt een, een hartje aan dat ooit gemaakt is. Ik heb die bladwijzer een aantal jaar geleden gekregen van Filip. Die was toenmalig directeur van een woonzorgcentrum. En die bladwijzer die gebruik ik ook altijd in internationale lezingen. Het is een bladwijzer waar dat een kort tekstje op staat. En ik denk dat het ook geschreven is door de hulpverleners in het woonzorgcentrum, waar Filip directeur van was. En met de uitnodiging om dat in het kader van Music for Life destijds en ook Werelddag eh, Dementie uit te delen aan iedereen. In de samenleving, die maar een boek aan het lezen was of waar dat je ook. Het was eigenlijk iets, deel het maar uit, want het maakt mensen wakker. En ik sluit heel graag af met deze quote, want het is een ongelooflijk mooie quote, waar dat ook altijd mijn studenten en alle toehoorders heel stil van worden. Dat is dan ook wel heel tof bij wijze van uh, dank u wel. Dus hierop staat: Als ik zo oud geworden ben dat ik geen mens meer herken en niet eens jouw naam meer weet. Pak dan mijn hand heel even beet en zeg me gedag. En laat me voelen dat je me mag. Wellicht dat ik het gevoel herken dat ik voor iemand iemand ben. Dit is voor mij kern van goede zorg. Dat is eigenlijk op, en dat is in dit voorbeeld, maar het kan op heel veel verschillende manieren. Het gaat echt over die relatie van mens tot mens. Daarin elkaar kunnen zien staan hoe fragiel en eh, kwetsbaar men ook is. Dat was eigenlijk een beetje mijn verhaal van, ja. van vanavond. Yvonne, ja. uh, ik, ik wens je ontzettend uh, te bedanken voor deze eerste uh, zeer boeiende uh, sessie van ons seminarie. Uh, Jullie bedankt. Ja, maar uh, het was heel fijn. Uh, we hebben onmiddellijk ook onze eerste vuurdoop gehad van de livestreaming, dus ja. Uh, ja. Uh, dat is ook vast gelukt. Ja. Uh. Uh, aan de kijkers willen wij ook uh, heel erg dank u wel uh, zeggen. Uh, we kunnen ze niet zien, maar ze zijn er wel. Uh, en dan wil ik als laatste uh, Erik nog eventjes uh, tot hier halen. Uh, hij is de avond uh, gestart, dus hij mag de avond uh, ook afsluiten. Dus Erik, aan jou graag uh, het laatste woord. Dankjewel, uh, Laurence. Ik ga me hier eventjes tussen zetten. Dit ga ik eventjes aan jou geven. Um, ja, ik uh, wens jullie thuis allemaal te bedanken. Inderdaad, ik wil wel ook nog wat praktische dingen uh, meegeven. Ten eerste, we kijken heel erg uit naar jullie feedback. Die kan je geven in de chat. De chat zal nog heel eventjes blijven openstaan. Maar uh, samen met Health House zullen we ook een evaluatieformulier uitsturen op jullie mailadres waarin we een aantal vragen stellen over wat jullie van deze avond gevonden hebben. We zouden jullie echt willen uitnodigen om dat in te vullen. Zo kunnen we echt leren en zien wat we nog kunnen verbeteren. Daar willen we echt werk van maken. Dank je wel om dat te doen. Ik geef je ook nog mee dat uh, volgende week we niet, zoals eerst aangekondigd, uh, professor Roger Burggraaf te gast hebben. Hij is door omstandigheden, heeft zich door omstandigheden moeten verontschuldigen. Wie hebben we wel te gast? Dat is Mieke van Dorpen, coach, adviseur van directieleden in de ouderenzorg. Jarenlang ook ervaring als directeur in de zorgsector. We kijken er heel erg naar uit om haar volgende week ook te mogen begroeten. Rest mij niets anders dan ook van mijn uitweging nog eens... Heel, heel erg dank je te zeggen aan uh, Yvonne. Je hebt ons heel veel pluisjes uh, gegeven. Dat is heel fijn. En wij gaan jou in ruil daarvoor heel veel bubbels geven. Als ah, tof. Ja, ja, ja. Dank je wel, Yvonne. Dank je wel ook uh, aan het team van uh, Heldhouse. De kop is er inderdaad af. En dat is op een schitterende manier gebeurd. Dank je wel, Isabel. Dank je wel, Rob. En thanks uh, to Janaki. Dank je wel. Uh, het was een hele mooie avond. Tot ziens and bye bye. <laughs>